Onze rusthuizen leken tijdens de coronacrisis vaak sterfhuizen. Het lijkt een oorlogstoestand. Die hadden we echt wel op een andere manier verwacht. Dit is niet wat het had moeten zijn. Hoe kan dat na corona beter? Frans Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal. We ontvangen Frans Timmermans, de Europese klimaatpauws over klimaat, corona en jobs. En kunnen we federale verkiezingen nog vermijden? Wij willen toch nog altijd steeds proberen of er een meerderheid te vinden is die de regering wil ondersteunen in een krachtdadig relancebeleid. We praten met Kamervoorzitter Patrick De Waal. Ja, goedemorgen en welkom iedereen bij de zevende dag. Welkom ook Patrick de Waal. We gaan het zo meteen hebben over die politieke toestand, maar er is meer. Hè. Ja, inderdaad, want we gaan het eerst met meneer de Waal hebben over de strijd tegen racisme en voor decolonisatie. En ter inleiding dit meegeven: de Nederlandse koning Willem Alexander die gaf al het voorbeeld, want in maart excuseerde hij zich in Indonesië officieel voor de kolonisatie door Nederland. In line with earlier statements by my government, I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realisation that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Ja, het komt er een beetje hortend en stotend uit, maar toch excuses hè, voor het Nederlandse geweld tijdens die onafhankelijkheidsschrijd in Indonesië. Bij ons moet er eerst een waarheidscommissie komen. Weten wij de waarheid dan nog niet over Burundi, Congo, Rwanda? Ik denk dat we die waarheid wel kennen. Uh, ik noem het trouwens liever ook een verzoeningscommissie. Maar de waarheid is nogal schokkend. En wat mij opvalt, is dat we eigenlijk over dat hele koloniale verleden nooit in het parlement een, een uitvoerig debat hebben, hebben gevoerd. De koning, en dat is essentieel voor je excuses. Wel, als je even. zegt dat de koning dat moet doen, dat wordt dan zo gezegd als er dan plots weer opnieuw iets ja, ernstigs gebeurt in de Verenigde Staten van Amerika. En men begint met standbeelden te besmeuren. Zegt men, ja, de koning moet ja. rap, rap zijn excuses aanbieden. Dat vind ik nogal, nogal gratuit. Maar dat is natuurlijk het moment... Sorry. Ja, sorry. Het momentum is natuurlijk voor velen 60 jaar Congolese onafhankelijkheid, 30 juni. Dat is ook een reden waarom velen het zeggen. En niet alleen omwille van George Floyd, maar... Het is een mooi momentum. Ja, dat was mooi geweest, maar vorig jaar is ook uh, de VN-commissie van experten tot conclusies gekomen wat ons land betreft en heeft eigenlijk aanbevolen dat er zo'n parlementaire commissie zou moeten komen. Het is door de politieke context van de laatste maanden, laatste jaar mag ik nu zeggen, mm -hmm. dat dat nog niet gebeurd is. Nu uh, dat moet wel gebeuren, denk ik, want dat is de context binnen welke dat een koning en een regering een houding kan aannemen in zo'n dossier, gesteund door toch wel een representatief deel van het parlement. En mijn bedoeling is niet om die commissie maanden en maanden en maanden alle mogelijke historici, academici, uh, experten te laten defileren. Ik denk dat je wel een, een, een team moet hebben van experten die zo'n commissie bijstaat. Maar, maar wat ga je precies doen? Dat pardon, dat is een element, maar in welke context? En wie moet dat doen? Wie moet dat dan doen? Uh, door wie gesteund? En mag het Anderzijds... meer zijn dan een pardon? Moet er iets aan gekoppeld worden? Ja, maar een pardon is, ik zei het daarnet, het mag ook niet gratuit klinken, mm -hmm. want we hebben in andere zaken, ik denk aan de Rwanda, Commissie. Dat was niet zomaar, we excuseren ons, maar dat was ook na een parlementair onderzoek. We hebben de moord gehad op Lumumba. Mm -hmm. Dat is ook onderzocht door een, een parlementaire onderzoekscommissie. Dus ik denk dat je moet kijken van welk flankerend beleid plaatsen we daarnaast. Praten we, dan, we... praten we dan eventueel over herstelbetalingen het teruggeven van Congolese, Rwandese, Burundese kunst? Praten we alleszins over het betrekken ook van, van slachtoffers in zo'n debat? Moet je via de experten moet je denk ik uh, Congo daar een plaats ook in geven, want anders is dat geen evenwichtig iets. Dus ik ga niet vooruitlopen over hoe dat er moet uitzien. Maar ik denk dat behalve een eventueel potentieel excuus of pardon, dat er een race maatregelen moeten zijn, wat ik flankerend beleid zou willen noemen, om dat uh, ook te kaderen. En effectief zeggen... ook die herstelbetalingen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want als je natuurlijk een fout erkent als ja. overheid, ja, dan wie een fout maakt, zegt het wetboek, moet de schade vroegen. Wij uh, horen dat ook wel vaak, want we hebben hier al discussies over gehad. Wel echt expliciete vraag, zeker ook omwille van Leopold II. Dat het de koning zou zijn hè, die mm -hmm. het zou doen. Hoe kijkt u daarnaar? Maar dat begrijp ik wel. En ik denk dat de koning dat daar de aangewezen persoon voor is. Maar de king can do no wrong. Hij moet dus uh, als altijd afgedekt zijn door een regering. En die regering, daar gaan we misschien zelfs nog iets over zeggen, die wordt maar gesteund door 38 mm -hmm. leden in de Kamer. Vandaar dat ik zeg: ja, doe zoiets in een commissie uh, apart op te richten of doe zoiets in een commissie Buitenlandse Zaken. Spendeer daar wat tijd aan. Het is niet omdat we nu ook andere katten te geestelen hebben in de politiek die misschien meer dringend zijn, dat zo'n parlementaire commissie niet aan het werk ja, zou kunnen gaan. gaan. Dus mijn he? voorstel is dat we de keuze maken van. Doen we het in een aparte verzoeningscommissie of doen we het in de commissie Buitenlandse Zaken. Dat is de opdracht die we gaan geven voor 21 juli, voor het recess. We zouden in de recessperiode de experten de start laten nemen om te zeggen dat is belangrijk en dat is minder belangrijk. En dan zou in september de parlementaire commissie aan de slag kunnen. Nu, u zei het ook al, er is van alles gaande. Er zijn ook de hele discussie rond de beelden, inderdaad, van Leopold II. In Gent bijvoorbeeld, heeft men besloten om die busten weg te halen uit het park. Wat vindt u daarvan? Wel, ook dat is iets wat die commissie kan bekijken... ...maar waar ik ook zie dat de deelstaten al aan het werk zijn. Ik begrijp dat uh, mijn collega Somers eigenlijk ook een aantal experten... ...ter beschikking ja. houdt van steden en gemeenten... ...maar steden en gemeenten daar ook uh, autonoom laten in zijn. Hè. De ene stad... Ik zou u het dat... wegnemen in uw stad? Ik zou het alleszins contextualiseren. Ik zou alleszins duidelijk maken. Want kijk, de geschiedenis is de geschiedenis. Die gaan we niet herschrijven. Maar, maar we plaatsen die beelden... Niet niet om de mens als dusdanig te eren, maar het is een periode van onze geschiedenis. Als je dat contextualiseert, als je dat uitlegt, als je dat educatief overbrengt ja. naar mensen die dat allemaal niet meegemaakt hebben, dan is daar geen probleem mee. Ja. Nu, u, u noemt Bart Zomers en uh, Vlaams is er natuurlijk wel een regering. En voor de strijd tegen racisme is het voor de Afrikaanse diaspora en mensen van allochtone afkomst uh, in Vlaanderen belangrijk dat er praktijktesten komen. U weet wat daar rond gebeurd is. Ik stel voor dat we eerst eens luisteren naar. Conor Rousseau, SPA-voorzitter, in de afspraak, die de houding van uw partij eigenlijk hypocriet noemde. Mm -hmm. Dit dus gaat niet over particratie, het gaat over hypocrisie. Dit is een partij die door allemaal toppers laat zeggen dat ze voor de praktijktesten zijn. Siam zal dat ook zien op tv, dat daar haar, de bazen in haar partij zeggen: wij zijn voor praktijktesten. En het moment dat zij op een knopje wil duwen, ja zegt die partij ah nee, nee nee want dat gaat niet en dingen die, we gaan toch niet doen ja dan denk ik dat is hypocrisie. zij heeft eigenlijk gewoon gedaan wat haar partij op tv heeft gezegd maar in het parlement niet durfde doen ja het gaat over Siam El-Kawakibi, ja. eigenlijk ook over Bart Somers, voor praktijktesten dat moeten intrekken u bent denk ik eigenlijk ook voor praktijktesten hoe kijkt u naar wat daar gebeurd is wel, ik denk dat als hij in een regering zit, en ik ga nu ook vanuit het federale niveau, ga ik niet beginnen commentaar leveren op al hetgeen mm. wat in het Vlaams parlement is aangaande uh, gebeurd is. Maar het principe is wel duidelijk. Het staat in het uh, regeerakkoord zoals het erin staat. Als meneer Rousseau tot een regering zal toetreden binnenkort, misschien zal hij ook moeten compromissen maken mm. en die compromissen verdedigen. Maar uh, ik zie eigenlijk niet goed in wat het probleem is, want... Wat in Antwerpen gebeurt bijvoorbeeld, ja. zegt men mij, en dat zal voor 80% op de rails, dat zijn eigenlijk uh, monitoringsystemen die neerkomen op praktijktesten. Als, als je in de politiek begint met een semantische discussie, ja, dat is voor mij ondergeschikt natuurlijk aan het, het echte resultaat. En daar heeft uh, Somers een, een compromis uh, nog eens opnieuw bevestigd in de schoot van de regering. En dan heeft SIAM. In het parlement, op basis van een, een vrijheid die uh, zij zich toe-eigent als parlementslid, heeft zich onthouden of heeft met ja. de oppositie meegestemd. Wij kennen in onze partij wel een traditie. Van, van laten we zeggen, ethische problemen, waarbij wij aan elk parlementslid de vrijheid geven om te stemmen in eer en geweten. Je uh, kan dat niet altijd doen. Je kan niet zeggen, we hebben 150 parlementsleden en die denken s morgens na van wat ze gaan stemmen op dat en dat punt. Dan krijg je een complete anarchie. Maar in dit geval denk ik dat uh, Siam toch wel een strijd voert. Die onze waardering en onze steun verdient. Laten we dan misschien terugkeren naar het federale parlement. U bent daar voorzitter, want u zegt dat ja, voor die waarheids- of verzoeningscommissie. zullen we nog een parlement moeten hebben in september? Hebben we nog een parlement in september of gaan we naar verkiezingen? Uh, dat is een goede vraag natuurlijk, maar naar verkiezingen gaan is niet zo gemakkelijk, omdat het systeem hierop neerkomt dat je daar toch wel één een, een instemming moet hebben van een parlement en ook de instemming van de regering. Er is een spel van, van, van evenwicht tussen regering en parlement dat het ene niet kan zonder instemming en van het andere. En bijna niemand durft naar verkiezingen gaan als we de peilingen zien, behalve waarschijnlijk Vlaams Belang en Partij van de Arbeid. Ja, nee. en, en verkiezingen kunnen altijd wel iets oplossen, zeggen sommige mensen. Maar ik vind dat als je, als je met de kaarten speelt en je krijgt die kaarten, dan moet je spelen met de kaarten die je hebt ja. en niet met de kaarten die je zou willen hebben. Hè. Een goede kaarten die je kan spelen. Ja, ze spelen kaart... er nu al een jaar mee. We geraken er niet uit. Nu zegt het al, het voorstel op tafel gelegd door PS en SPA. Laten we dan maar voor een minderheidsregering mm -hmm. gaan. De klassieke tripartiet Nu ook niet echt de drie winnaars uit de verkiezingen. Hoe kijkt u daar naar? Want we komen uit zitten met een minderheidsregering. Iedereen zegt, zelfs de premier, het werkt niet. Mm -hmm. En dan wordt er op tafel gelegd, laten we voor een minderheidsregering mm -hmm. gaan. Wel, de uh, minderheid nu is 38 op 150. Dat is wel een zeer, zeer weinig. Dat is een leinig, echte minderheid. Hè? Bij de klassieke tripartite heb je, heb je 72. Hè? Dat is nog altijd wel een minderheid. En kun je daarmee van start gaan? Kun je daarmee het vertrouwen krijgen? Je kan daarmee het vertrouwen krijgen, hè? want je hebt geen volstrekte meerderheid. Je hebt geen, je hebt geen 76 stemmen nodig van 150. Daar is discussie over. Misschien Johan van Lanotte er even bij halen. Ah, ja. Die zei in de ochtend dat je voor de start zelf wel die 76 nodig hebt. Wanneer de regering start, hè, moet ze het vertrouwen krijgen van een absolute meerderheid van de leden. Zo zegt de grondwet dat. Dat betekent 76. Maar dat is om te starten. Dat is één keer. Dat is de vertrouwenstemming. Zoals ook mevrouw Willis die gekregen heeft. Nadien, voor de, alle wetten die moeten worden gestemd, volstaat een relatieve meerderheid. Ja, dus je moet wel beginnen met een meerderheid. Uh, geen volstrekt of geen absolute meerderheid van 76. Daar wil ik dan Johan wel eens over ontmoeten. Mm -hmm. Er was ook discussie tussen hem en mij toen ik uh, na mijn opdracht uh, dat vertrouwen heb laten vragen door de regering ja. aan de maar Kamer. Als ze, zich, als ze zich onthouden, heb je minder stemmen nodig voor een meerderheid? Dat wel, is... als, je, als je 72 maar zou hebben en, en je hebt er 65 die tegen zijn en de rest onthoudt zich dan heb je het vertrouwen. Dan kan Waarom je voor sommigen... zich onthouden, denkt u? Wel, dat hangt ervan af. Je kan natuurlijk als een minderheidsregering start, maar nu zijn we al helemaal in die hypothese vertrokken, mm -hmm. dan kan je fracties hebben die zeggen... We gaan dat een kans geven. Uh, bij een, soort, minderheidsregeringen. een soort gedoogsteun eigenlijk. Wel, een, een, een regering moet niet altijd worden gesteund. Ze moet uh, wel worden gedoogd of getolereerd. In, in Denemarken heeft men bijvoorbeeld daar een traditie in. En ik zeg 38 op 150 is natuurlijk belachelijk weinig om, om te spreken van een minderheidsregering, want dat is uh, wat er overgebleven is na het vertrek van de NVA, na de verkiezingen. Maar, maar je kan dat overwegen, maar ik begrijp dat nu en daar ga ik niet veel over. Zeggen, ja. want ik zou ook niet graag hebben tijdens mijn opdracht dat anderen in de studio ja. kwamen zeggen wat ze moesten doen. Ik begrijp dat men de hoop op een, op een, op een meerderheid toch nog niet heeft ja. opgegeven. En dat men toch probeert te komen tot een meerderheid van minimaal 76. Ja. En daar zijn een aantal combinaties mogelijk en ik vind het ook belangrijk... Uh, dat vind ik goed. Mijn voorzitter heeft uh, zijn partijbureau daar ook uh, van overtuigd dat het over inhoud zou gaan. Want ja. tot nu toe praten we over cijfers en we praten over kleurtjes ja. en wie met wie. Maar er is over maar hij heeft eigenlijk betrouw. nog nooit een tekst ja. op tafel gelegen. Ik begrijp ja. dat meneer Timmermans naar hier komt straks nog in dit ja. gesprek. Wat Europa nu op poten gaat zetten, naar het beleid. Ja. Uh, hoe dat internationaal gaat gevoerd worden, wat gaat er gebeuren ja. met die begroting. Ja. Daar zou ik wel eens graag wat teksten van zien. En dan zeggen dat je op basis van teksten. Gaat proberen toch te bouwen naar een meerderheid, ja. lijkt mij een aanpak die uh, beperkt in de tijd nog wel eens een kans ja. verdient. Want anderzijds moet ik wel met u vaststellen dat de vraag om PS en N-VA in één en dezelfde regering ja. te krijgen, die houdt het land nu al een jaar ja. bezig. En daar moet ik met u vaststellen dat dat keer op keer op keer mislukt is. Ja, Men zegt ook wel eens, doordat PS dat nu op tafel heeft gelegd, van. Ja, we kunnen met een minderheid gaan. Dat eigenlijk op die manier Paul Magnet zich voor het eerst niet meer aan heeft gemaakt. Er zijn er nu die zeggen, ja, we kunnen nu eigenlijk voor allerlei constellaties gaan. Ik las Karel de Vos, die zegt, ja, het zou dan ook even goed de, de coalitie zijn zoals ze nu is, maar dan aangevuld met... Uh, CDH, n NVA en SPA, dan komen we er ook. Misschien hoeft die PS er helemaal niet bij. Wel, ik zou vooral willen zien op basis van welk programma. Wat, wat gaan we daarin doen? Want mijn partij is tot nu toe altijd heel, laten we zeggen, positief ingesteld geweest om verantwoordelijkheid te willen opnemen. Maar niet voor om het even wat te doen. Hè. We hebben geen enkele exclusieve. Hebben we nooit gehad. Maar we zeggen het hangt voor ons van de inhoud af. En twee, denk ik dat je bij. Ja, de zaak NVAPS toch moet rekening houden dat we in een land leven zonder federale kieskring wat dus wil zeggen dat die twee partijen elkaar eigenlijk uitgeput hebben in het hoe moet ik ja. het zeggen diaboliseren. Je duurt jaren aan een stuk, is de ja. NVA het slechtste wat er bestaat in de wereld voor de PS en vice versa. En we verwachten na de verkiezingen dat die twee partijmachines eigenlijk gewoon spontaan aan elkaar gaan toegroeien. Drie, denk ik ook dat meneer Magnet in zijn PS niet de absolute macht heeft om te zeggen: dit beslis ik en dat wil ik en dat gaat ook gevolgd worden. Want je voelt aan dat er binnen PS toch wel belangrijke okay. stromingen zijn die zeggen: nee, we zien dat echt niet zitten met NVA. Hij heeft het nu nog eens neergeschreven in een vrije tribune, dus ja. ik wil het nog alle kanten... Geven. Maar als je dat niet ziet lukken, ja, dan moet je andere wegen gaan bewandelen. Ja, en moet je durven loslaten, misschien ook. Ja. Patrick de Waal, dank je wel. Dank u. Dirk de Vouw, de burgemeester van Brugge, heeft de nacht doorgebracht in het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij gisterenmorgen werd aangevallen met een mes. De dader is een cliënt van hem. De Fauw is ook advocaat, had een afspraak gemaakt met de vouw en stond hem blijkbaar al uren op te wachten bij zijn kantoor. En toen de vouw daar aankwam, probeerde de man hem met een aardappelmesje de keel over te snijden. En nu aan de telefoon burgemeester Dirk de Vouw. Goedemorgen. meneer de Vouw, om te beginnen hoe hoe, hoe stelt u het nu? Uh, redelijk goed. Ik ben uh, momenteel uiteraard nog in het tarjet. En uh, de geneesheren moeten nog mee wat uh, verder onderzoeken. Maar mm -hmm. de eerste signalen zijn dat toch wel gunstig. Ik ben, uh, er was een insneding van 14 centimeter, uh, 24 hechtingen. En ik heb eigenlijk wel uh, geluk gehad mm -hmm. dat het maar met een aardappelmesje was. En niet met een groter mes. Want uh, dan zou ik u waarschijnlijk niet meer kunnen te horen staan. Ja, het, het, het had. Blijkbaar echt veel erger kunnen geweest zijn. had u onmiddellijk door wat er gebeurd was en hoe ernstig dat was? Nee, niet. Want ik dacht de, met dat aard, ik had gezien dat hij dan een aardappelmesje in de had had. Ik dacht, ja, dat bon, zal hier een kleine inkeping in zijn in de house. Oh, nee. um, ik, heb even met, ik wist wie het gedaan had, heb ik onmiddellijk aan mijn chauffeur gezegd: kijk, ik snap in de wagen. We gaan nu de ziekenwagen niet naar Hiroan zelf dat is zit Jan reden goed gevallen. Mm -hmm. En het is uh, onderweg heb ik dan zelf uh, eerst mijn chauffeur de politie gebeld, dan heb ik zelf de telefoon overgenomen om persoonsbeschrijving te geven en dergelijke ja. meer. Uh, en het uh, was pas toen ik in Tazet Saint Jean kwam en zelf dat want ik heb heel de tijd eigenlijk wel uh, met mijn hand en met mijn dag mijn ja. keel toegenepen. En mm het -hmm. uh, was pas toen ik binnenkwam in Saint Jan. Uh, toen ik uit de wagen stapte, dat ik zag ik welke plas bloed er eigenlijk op de zetel van de wagen lag. En dat mijn kostuum, mijn hemd, volledig door wie het waren. Ja. En dat eigenlijk ook de mensen in de spoedvallendienst onmiddellijk dan toch wel vaststellen dat dit zeer ja. ernstig was. U zegt het zelf, hè? u kent de man, hij was een cliënt van u. Uh, kunt ja. u daar iets meer over vertellen? Kunt u ook inschatten wat zijn motief kan geweest zijn? Nee, naar motief moet ik echt zoeken. Ik ken die man al, uh, ik denk ongeveer 15 jaar. Ik ben eigenlijk zijn raadsman geworden. Uh, op verzoek van zijn moeder, die er wat problemen mee had. Die zei: Ja, bo, het is een beetje een onhandelbare kerel. Uh, en, ik, uh, en ik heb hem dan altijd opgevolgd. Ik heb er ja. uh, heel veel voor gedaan uh, en meerdere keren moeten verdedigen voor de rechtbank, uh, zaken rechttrekken, schulden die hij gemaakt had en dergelijke meer. Maar ik had nooit verwacht dat hij mij zou aanvallen. Ik heb hem, uh, denk ik, zelfs meerdere keren kunnen overtuigen om zelf niet uit het leven te stappen. Ik herinner me zelfs vorig jaar nog. Dat je op een bepaald moment echt bij een spoorweg stond en mij opbouwde, en zei: bon, Het leven heeft geen zin meer, ik stap uit het leven. Ik heb hem dan eigenlijk telefonisch kunnen overtuigen om dat niet te doen. Dat is dus, heel merkwaardig. Ja. Ik, ik echt het uh, te raden naar uh, waarom dat hij meegeslagen had. Maar, maar gaat, u er, gaat u ervan uit dat die uh, aanslag gericht was tegen de advocaat Durgevouw en niet tegen de burgemeester Durgevouw? En dat het dus geen ja. politieke aanval is geweest? Ja, trouwens, vooral de duidelijkheid, het is ook geen inwoner van Brugge. Um, dus hij heeft eigenlijk zeker met een burgemeester van Brugge geen last. Het is, uh, ik ben zijn bewindvoerder. En mm -hmm. met bewindvoerders kan er wel af en toe keer een discussie ontstaan over uh, mag ik mijn financiële middelen daarvoor aanwenden okay. of daarvoor aanwenden. Maar dat gebeurt altijd in overleg. En meestal als hij dus een, een consultatie vroeg bij mij. Was het inderdaad om een uh, gesprek te voeren over: ik wens een uh, nieuwe laptop te kopen, of ik wens een iPad te kopen, ik wens een nieuwe kledij te kopen, ik wens een abonnement op het fitnesscentrum? Ja. Dat waren de gesprekken die gevoerd werden dan. Hè. Okay. En dus ik dacht, als hij nu een consultatie vroeg, dat het terug over zoiets ging gaan, maar we zijn nooit het kantoor binnengegaan. Oké, okay, nog één vraagje, meneer De Vouw: hebt u al enig idee wanneer u weg mag uit het ziekenhuis en wanneer u eventueel weer aan de slag mag? Uh, ik hoop en uh, de. De dokter staat hier bij me dat ik vandaag het ziekenhuis mag verlaten. Uh, ja. En wat mij betreft uh, ja, ga ik liefst zo vlug mogelijk terug aan de slag. Want uh, anders zit je daar toch maar over te pikeren wat er dan wel zo kan ja. gebeurd zijn. He. Dus ik heb vanaf dat beeld dan toch wel enkele keren voor mijn ogen gezien. En uh, nagedacht: ja, wat, het kon veel erger geweest zijn. Oké. Okay. Dankjewel, Dirk de v, voor dit uh, gesprek en goed herstel. Dank En dan naar de woonzorgcentra. De bewoners ervan en ook die van de serviceflats hebben het bijzonder zwaar gehad tijdens de voorbije coronamaanden. Hè, u weet dat. Bijna 5000 van hen overleefden het niet. En De anderen moesten wekenlang alleen op de kamer blijven, zonder bezoek, zonder beweging. Velen voelen zich dan ook betutteld, behandeld als kleine kinderen. Gilbert en Roger daarom houden het nu voor bekeken en vertrekken uit hun serviceflat. Gilbert leerden wij hier kennen in de zevende dag, een goede maand geleden. Dat is niet zo lang dat we hier er kan er kunnen spreken. En je kunt wel door het gras of met elkaar spreken. dat wel. Toen leek alles pijs en vreemd. Maar Gilbert heeft een lastige paar maanden gehad. Omdat zijn serviceflat naast zijn woonzorgcentrum lag, moest hij bijna de hele lockdown in quarantaine. Ook dat er nu een assistentieflat zat. Ook dat je in het woonzorgcentrum zat. moesten zelfs de regels volgen. Dat wil zeggen dat we gesloten waren. En dus wil Gilbert verhuizen, net als zijn goede vriend Roger, want dit willen ze geen tweede keer meemaken. We werden eigenlijk lanceerd onder de zorgbehoeften en dat is een beetje tegenvallend. Je bent geblokkeerd in uw vrijheid, gewoon wel. En uh, dat willen we nu vermijden. Of, uh, ik zeg niet dat er alle dagen uh, of alle jaren een pandemie gaat zijn, maar we nemen ons voorzorg. En nu de maatregelen eindelijk versoepeld zijn, genieten de heren alvast met volle teugen van hun herwonnen vrijheid. Goedemiddag welkom. We zijn blij van u terug te mogen ontvangen. Dat is iemand die buiten het gevangen komt, de zaal, Maar dat is niet te de Dat komt erop niet. Ik vind dat ze dus ons te weinig aan het woord gelaten hebben. Laat ons buiten gaan. Wij hebben verantwoordelijkheid genoeg, maar dat deed men niet het positief gedeelte van die opsluiting. We moeten ook toegeven of er een andere woonzorgcentrum getest geweest is. En allemaal negatief. Het is buitengewoon corona niet gehad. Maar nog altijd willen we dat zo houden. De strenge quarantaine heeft ook andere positieve effecten gehad. Het heeft de vriendschap tussen de mannen alleen maar sterker gemaakt. Ja, dat is onze nieuwe onkel. We hebben een onkel B en een onkel Roger. In de patio. En hij op de eerste als paardjes ja. ja. Op de eerste. Goed. Ja. ja. En op de tonen van We'll Meet Again van Weilen, Veralin, Gilbert en Roger. Hoe kan het beter met onze rusthuizen na corona? We gaan daarover praten met uh, Dirk De Wolf, administrateur-generaal van het uh, Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, met uh, Nike Costa, uh, directeur van het WZC sint Jozef Assenede, en Claire Weiler. U bent animator in Zonnewende Aartselaar, en dat is onderdeel van een commerciële groep, Senior uh, Living Group. We gaan eerst nog eens kijken naar wat cijfers. Want het is inderdaad zwaar geweest in de woonzorgcentra. In ons land zijn tot nu toe 9.696 mensen gestorven aan corona. 4.722 daarvan in ziekenhuizen. En 4.851 in de woonzorgcentra. Ja, hoge cijfers. Maar natuurlijk, daar zitten mensen achter. Uh, Nike Costa. Ook jullie veel mensen verloren? Hoe is het bij jullie geweest? Bij ons is het ook wel zeer heftig geweest. We zijn eigenlijk begin van de covid-crisis... Dat was al 26 maart dat wij al mensen hadden die ziek waren. En dan is dat eigenlijk heel snel gegaan. Want dan zit het binnen. Dan zit het binnen, ja. En dan was dat heel moeilijk uh, terug buiten te houden. Uh. Hoeveel mensen hebt u uiteindelijk procentueel of zo moeten afgeven? God, u, ik vind het altijd heel moeilijk ja, om over cijfers. te uh, um, Ik ga geen getallen ja. gaan noemen. Allee, wat betreft de overledens. Allee, um, we zijn daar heel respectvol over ja. naar, naar elke bewoner toe, maar er zijn toch wel een, een heel aantal mensen overleden. overleden ja. 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 Um, ja, u werkt ook hè, in een woonzorgcentrum, uh, Claire Weiler. Hebt u veel mensen zien gaan? Ja, we hebben veel mensen zien. Ja. Gaan. Absoluut. Um, op een bepaald moment hebben ze getest en uh, ja, wij zaten eigenlijk met een grote uitbraak, met meer dan 70% dat positief getest heeft. En uh, in die periode, denk ik, hebben wij over, over heel die periode hebben wij toch wel een veertigtal mensen ja. verloren. En hoe bent u en uw collega's daar ook mee om moeten gaan? Want ja, jullie stonden daar elke dag natuurlijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Dat klopt. Dat is uh... Dat is elke dag opnieuw afscheid nemen. Elke dag opnieuw, als je naar het werk gaat, weet je niet van wie is er van de nacht overleden. Of, uh, Mevrouw ja. Costa, een, een, een directeur van een woonzorgcentrum zei in de krant het was oorlog ja. en ik moest mijn mensen naar het front sturen zonder kogels. Ja. Is dat ook... Ja, antwoord. helemaal in het begin was dat, was dat ook wel zo. Um, we hadden te weinig mondmaskers, we hadden te weinig schorten. Um, ja, je had wel het gevoel dat je mensen naar, naar, een, naar het front moest sturen zonder, zonder materiaal. Ja. ja, absoluut. Ja, ja natuurlijk, materiaal, inderdaad, heel dat verhaal, dat hebben we allemaal van meet af aan kunnen volgen. Maar ja, daardoor, ik neem aan dat er dan ook velen naar u keken van: help ons en, en los het op. Dat is inderdaad zo geweest. Uh, laat mij eerst wat een genuanceerd beeld ophangen van de situatie die we hebben meegemaakt in de woonzorgcentra. Dus we hebben in Vlaanderen 820 woonzorgcentra. Uh, bij de helft daarvan, een goede 400 tal, is er geen enkele coronadode te betreuren geweest, gelukkig maar. Bij een 240 tal uh, is er een beperkte uitbraak geweest? Dus zijn er wel slachtoffers gevallen door corona, maar beperkt. En dan is er een groep van een kleine 200 woonzorgvoorzieningen waar de epidemie echt, echt wel zwaar ja. heeft gewoed. En bij dertien daarvan uh, ja, is het zelfs zo dat die, instellingen of die voorzieningen meer dan een kwart van hun residenten hebben verloren. Als u daar nu naar terugkijkt, zegt u dat hadden we hadden kunnen vermijden? Wel. Uh, we hebben vastgesteld dat uh, op vlak van logistiek hè, uh, Vlaanderen, België in het algemeen, eigenlijk uh, zeer zwaar heeft geworsteld met tekorten. Uh, dat was bijvoorbeeld niet zo in Duitsland, waar er voldoende testcapaciteit was van meet af aan. Hè. Uh, we zijn ook geconfronteerd geweest met de federale stok, die uitgeput bleek op het moment dat we die maskers nodig hadden. Uh, er zijn dan bestellingen gebeurd in begin maart. Maar u hebt zelf ja. pas op ja. 15 april de richtlijn uitgevaardigd dat al het personeel een mondmasker moest dragen. 15 april, dat is heel laat toch? Ja, inderdaad. Daar heeft uh, nog de Vlaamse minister, nog uh, wij als agentschap uh, kunnen over beslissen. Dus de schaarste werd eigenlijk gemanaged, als ik het zo mag noemen, door de risk managementgroep, een interfederale groep. Waar virologen, experten, gezondheidsadministraties samenkwamen van Gans België. En daar heeft men gezegd, kijk, wij moeten nu absoluut voorrang geven aan ziekenhuizen en aan zorgpersoneel. Ja. Ja. Maar eerst even kijken naar het personeel. Waren jullie inderdaad niet goed uitgerust, niet goed voorbereid voor die crisis? Ja, ik vind het een heel dubbele. Ik denk vanuit de groep, u zei al zelf, we zijn een commercieel rusthuis. Dus... In de groep was er denk ik wel materiaal aanwezig, maar zolang als dat de richtlijn was van er hoeven, je moet geen mondmasker dragen. Ja, dan was dat ook de boodschap die wij meekregen ja, ja. als zorgpersoneel van. Ja. We moeten er geen dragen. Had u ook het gevoel, want dat, dat lees ik ook heel veel in, in reconstructies en zo, dat inderdaad men zo hard die ziekenhuizen wou vrijwaren, dat zij voldoende materiaal hadden, dat jullie daardoor eigenlijk een beetje ja. Ja, in de kou zijn blijven staan. Ja, ik heb al dat gevoel. Um, maar ik denk, mensen hadden ook de Italiaanse en de Franse toestanden gezien en men wou dat vermijden. Mm. En dat is ook goed dat daar volop op ingezet is geweest in de ziekenhuizen met de woonzorgcentra in een stuk vergeten. En... en hebben jullie daar dan ook letterlijk de prijs voor betaald, zegt ik u denk van? We hadden inderdaad bij ons veel anders kunnen lopen, hadden ja. wij van in metaf aan. Ja, dat, dat is. Zo, als wij allee, voldoende beschermd waren geweest, dan hadden die uitbraken niet zo uh, fel kunnen door, uh, doorgaan, denk ik. Ja? En ik ben ja. ervan ja. overtuigd. Veel Velen kijken dan ook naar Wouter Beek, hè, meneer. Um, ja, van, dat is de minister die dat te weinig heeft gemanaged, die te veel afging, inderdaad van of zijn federale collega's dingen wouden doorsturen. Ja, op 27 februari heeft minister Beek een brief gekregen van de federale collega dat de noodstok een federale bevoegdheid was. Uh, ja, er waren dus problemen. Op het moment dat dat werd gemerkt, hè, zijn er bestellingen geplaatst. Wat hebben we toen vastgesteld? Heel de wereld was op zoek naar mondmaskers. Er was tot onze grote verbazing geen enkele productie binnen de Europese Unie. Dus enkel India, Turkije en China hadden nog productielijnen. En het is een hele klus geweest om uiteindelijk een bestelling te kunnen vastkrijgen hè, via Shanghai en via de Vlaamse agenten daar. En een Vlaams bedrijf om uh, op 23 maart dan de eerste lading hier te zien landen. 23 maart, inderdaad. Wanneer al de eerste slachtoffers ja, gevallen waren van corona. Vergeet, dus dat betekent eigenlijk die twee weken daarvoor is die incubatie geweest. Ja. Hè, dus. En had u ook wel door, want er werd inderdaad lang gezegd. niet iedereen hoeft uh, een mondmasker te dragen. Ja. Had u wel sneller door: van, eigenlijk moet iedereen hier een mondmasker dragen? Wat eigenlijk wel. Maar je moet ze natuurlijk ook hebben. Hè? Dus op het moment dat, dat er schaars is, ga je ze dan inderdaad gaan inzetten. In eerste instantie bij je personeel die echt zorg gaat toedienen op minder dan anderhalve meter. Mm. Dus mensen bijvoorbeeld in de keuken, die droegen dat dan niet... Uh, maar dan bleken daar ook wel mensen ziek te zijn. Um, en dan misschien ook wel een besmetting rond te dragen in huis of ja. de mensen van animatie of, ja, of andere. Ja. Mevrouw Weiler, is, geen... is, is ten gronde, zelfs los van corona, nu niet heel pijnlijk gebleken wat eigenlijk iedereen al heel lang wist in de woonzorgcentra? Is ook te weinig personeel en ook te weinig gekwalificeerd personeel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso, um, los van het feit dat de zorgpersoneel echt zich 100% heeft gegeven. Ja geloof ik wel dat die te weinig kennis hebben ja. van hoe ga je om met het materiaal. Ja, voor alle duidelijkheid, ja, er, is, er is een onderscheid tussen zorgpersoneel en verpleegkundigen, die ja. eigenlijk langer en, en meer geschoold zijn. Hè? Ja, en daarvan zijn er te weinig. Ja, het zorgpersoneel, de, de zorgkundigen, dat zijn, dat zijn jonge, jonge meisjes en jongens hm. die gewoon een zeven jaar beroep achter de rug hebben. Dus die hebben eigenlijk helemaal geen geen hogere opleiding, terwijl een verpleegkundige die heeft er wel een volledige bachelor of meer. Is het dan inderdaad in de... niet raar, uh, zijn er nu inderdaad maar een aantal verplegers versus uh, een, een grotere groep uh, zorgpersoneel voor een, uh, de, de zorgbehoefenden, dat dat eigenlijk nog zal teruggeschroefd worden? En er ligt een voorstel op tafel om het aantal verpleegsters in woonzorgcentra nog te verminderen. Je zou denken, het moet vermeerderd worden nadat we geleerd hebben. Ja, ik denk inderdaad dat de verpleegkundige discipline onontbeerlijk is in woonzorgcentra. Ik ben ook de mening toegedaan dat de expertise rond ziekenhuishygiëne die in de Vlaamse ziekenhuizen aanwezig is, ook zou moeten kunnen gedeeld worden met de woonzorgcentra. Mm. Vele woonzorgcentra hebben een functionele binding met de ziekenhuis, maar die binding moet echt gevitaliseerd worden, moet echt tot concrete wisselwerking hè? leiden, ook met de discipline geriatrie bijvoorbeeld, maar ook vanuit de ziekenhuishygiëne, om die expertise die je niet in elk van de 820 woonzorgcentra zelf kan opbouwen, die moet gedeeld worden. Maar dan zegt u ook, die, als er inderdaad samenwerkingsverbanden komen, moet misschien ook uh, verpleging van op de geriatrie kunnen bijspringen in het woonzorgcentrum? Ja, wij hebben dat, dat is ook wel gebeurd bij ons mm -hmm. in die corona. Het kon blijkbaar heel veel. We, zijn, we hebben een verpleegkundige gehad van een dokterspraktijk. We hebben verpleegkundigen gehad die zelf, eenzelfde praktijk hebben, die komen bijspringen. Dat heeft ons heel hard geholpen. Het aantal verpleegkundigen stijgt dan spectaculair. Um, en dan zie je dat je andere zorg ook wel kunt, kunt bieden. Dus als dit wel kon in die coronacrisis, dan zou dat eigenlijk moeten kunnen doorgetrokken ja, worden ook, in de toekomst. Wij Proportioneel naar meer verpleegkundigen in onze teams? Ik ben ervan overtuigd dat onze zorgkundigen het ook wel kunnen, eh, met voldoende opleiding en ook een opleiding die continu herhaald wordt. Uh, maar verpleegkundigen zijn zeker nodig in onze ja, Want het is dus niet dus het minder, op tafel ja, om dat te Minder verpleegkundigen, dan, dan denk ik dat dat geen zo'n goed idee is. Nee. Ja. Ja. nee. We gaan zo meteen verder op wat de oplossingen zijn en de lessen mm -hmm. voor de toekomst. We willen nog één puntje aanhalen uit de analyse van de voorbije coronaperiode. Uh, onze nieuwsdienst brengt volgende donderdag opeen een speciale uitzending rond die periode. Daarin zit onder andere ook Margot Kloet, mm -hmm. uh, de topvrouw van uh, de koepel Zorgnet-Ikuro. En zij blikt onder andere terug op een van de pijnlijke periodes, namelijk de verwarring rond de coronatests in de woonzorgcentra. Laten we eens kijken. Wat mij nog heel erg bijblijft, toen we gingen testen met mondjesmaat in de woonzorgcentra, dan de directeur mij belt en die zegt, er zitten volgens mij verkeerde gebruiksaanwijzingen bij de testen die we hebben gekregen. We hebben testen in de neus van de mensen gestoken, de aders zijn gesprongen, ze beginnen te bloeden. Uh, ik had toen zelf zoiets van, dat kunnen we nu echt als kiespijn missen. Ik heb minister De Bakker gebeld. Op dat ogenblik moest hij gaan uitleggen in het federale parlement dat een lading mondmaskers afgekeurd was. Dus hij zegt van, ik kan u nu bellen. Ik bel u straks. Ik heb die dan een bericht gestuurd van, dat is er gebeurd. Die stuurt mij een bericht terug van, wat? En dan vraagt hij aan mij van, wie moet ik contacteren bij de Vlaamse overheid? En toen dacht ik van, wat gebeurt er allemaal? Allee, ja. ja, meneer De Wolf, heeft meneer De Bakker dan iemand kunnen vinden in Vlaanderen? Ja, ik ben door zijn kabinet gecontacteerd ja. geweest. En toen hebben wij ook meegedeeld van, kijk, dit moet publiek gemaakt worden. Want uh, we kunnen niet maken dat er uh, blijvende neusbloedingen plaatsvinden wanneer mensen met verkeerde swaps ja. worden getest. Het zegt vooral en... ook iets over de verwarring die ontstaat door al die verschillende niveaus. Op den duur weten zelfs ministers niet meer bij wie ze terecht moeten. Mm -hmm. Ja, ik ben het daarmee eens, ik denk, maar dat is dan een... Beleidsmatig vraagstuk dat het tijd is om een aantal, uh, ja, zeg maar het, het rommeltje wat op te ruimen, als ik het bestuurlijk mag uitdrukken. Uh, er waren te veel overlegfora, te veel beslissingscentra en er moet echt in crisistijd een eenheid van commando zijn. Uh, het heeft niet alleen te maken met bevoegdheidsverdeling. We hebben ook vastgesteld dat de gezondheidslijn, als ik het zo mag uitdrukken dus de structuren die de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt van haar lidstaten bij een epidemie. Onvoldoende matchte met de crisisstructuren ja. die geactiveerd werden bij een federaal crisisplan. Daarnaast is er natuurlijk ook de bevoegdheidsverdeling. De kloof tussen woonzorgcentra Vlaams en de ziekenhuizen grotendeels federaal is ook te diep gebleken. Dat moet samengevoegd ja. worden, want daar pleiten ja. velen nu voor. Ja, en u bent natuurlijk van het Vlaamse niveau, dus u zegt, kom maar allemaal bij ons. Inderdaad, ik vind in de 21 e eeuw kun je niet. Welzijn en preventie en een deel van de gezondheidszorg langs één kant laten staan en dan de gezondheidszorg afsplitsen langs de andere kant. Nou, waarom zou het dan naar Vlaanderen moeten gaan? Want velen zeggen wel eens schamper: het zijn de ziekenhuizen die het goed gedaan hebben, dus misschien moet het allemaal naar het federale niveau. Ja, kijk, indien we de instructie hadden gegeven aan de zorgcentra, vanaf nu gaat iedereen met COVID-19 of een vermoeden daarvan naar het ziekenhuis. Dan had het eindresultaat er helemaal anders uitgezien ja. en hadden we ook Lombardische toestanden in Vlaanderen gehad. Stel dat dat gebeurt, en dat is natuurlijk staatshervorming, dat is niet nee. voor morgen, zou het dan als woonzorgcentrum ook een idee kunnen zijn om je dan. In, in een associatie met een ziekenhuis te, te, ja. te gooien, zodanig dat je ook qua personeel kunt samenwerken. Ik denk dat, dat dat enkel de zorg voor de bewoner te goede komt. Als je goede dingen kunt delen met elkaar, als je kunt, als je kunt afstemmen met elkaar, dan denk ik dat dat zeker te goede komt van de zorg. Ja. Want daar, daar is het natuurlijk over waar het gaat. Hè. We willen goede zorg geven. En wat is er daarvoor nodig? Ja. Ja. Sommigen zeggen ook. Dan moet je er inderdaad op één niveau samensmelten. Ja. Want anders wordt die verpleegster vanuit een ziekenhuis misschien meer betaald dan wanneer die in een woonzorgcentrum zit. En dan krijg je dat. Ja, dat is ook zo. Op dit moment is dat zo: die lonen zitten anders. De, het, is, het, is, het is een ander systeem geweest. En nu, nu is dat wel gelijk getrokken. We hebben allemaal IFIC. Maar het is lange tijd ook anders geweest. Um, ja, ook in de corona een, een verloningssysteem, ja. een barima-systeem. In de, in de coronacrisis is ook zo bijvoorbeeld een richtlijn geweest. Um, ik weet van in ziekenhuizen dat verpleegkundigen die ziek waren, die positieve getest waren, moesten thuisblijven. In de woonzorgcentra ja. zei men ja. op een bepaald moment. He, u bent uh, positief getest, u heeft geen symptomen, dus werk maar verder. Waarom is er daar een verschil? En op? Hebt, u ze, hebt u dat ook zelf meegemaakt en hebt u die dan in het, ook laten verder? Nee, weken? we hebben ze altijd thuis laten zien. Dus u, u had de ja. reflex van. Op het moment dat het we natuurlijk niet. wisten he, dat mensen positief waren, dat was ja. pas 16 april, we waren al bezig van 3 of 24 ja. maart met een aantal zieke bewoners. Dus ja, Dat is dan drie, vier weken later. Uh, we hebben ongetwijfeld mensen laten verder werken die positief omdat we het niet wisten. Wat we ook in dat fragment zagen, dat hele gedoe met die testen. Uh, mevrouw Weiler, is dat ook herkenbaar, dat dat inderdaad ook bij jullie in de soep liep? Ja, wij hadden... toen wij wisten dat van... we zitten waarschijnlijk met een uitbraak... Enfin, we wisten toen zeker dat we met een uitbraak zaten, zijn ze bij ons beginnen testen op het moment dat wij toen te horen kregen van Wouter, in de media van Wouter beken van we gaan beginnen testen in de rusthuizen. Dus wij hadden toen ons testen al. En ik herinner me heel goed, die, die testen zijn verlopen over twee, drie dagen. En na de eerste dag hoorde ik van we hebben de, de verkeerde uitleg, zit, zit bij de testen. Dus ik ben de volgende ochtend naar de verpleger gegaan en ik heb gevraagd van... Heb je het op de juiste manier uitgevoerd? Want anders moeten we terug vanaf nul beginnen. Ja. Het heeft op uw gewogen, die periode, zie je? Ja, zeker. Ja. En nu nog? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. ja, Want het is eigenlijk ja. nog niet voorbij. Nee, toch? Het, is het is nog niet voorbij. voorbij. Ik hoor soms wel eens mensen zeggen post corona maar ik denk dat nee, zijn Totaal we daar al niet, begonnen. mensen. Er, er heerst zelfs een beetje een hoera-stemming. Iedereen mag terug naar buiten, horeca. Mm -hmm. uh, maar in ons Woonzorgcentrum voel ik toch dat, dat die schrikster nog altijd in, die alertheid. heet, ikzelf ook. Um, we hebben, we hebben het twee weken gehad dat we het echt corona-vrij konden houden. Niemand kwam binnen. We hebben, hey, maar dan natuurlijk komt dan die richtlijn van het bezoek. Bewoners zijn blij, eh, familie is ook blij. Maar hey, ik denk dan, als ik nog even zo had ja. kunnen ja. houden... Ja. Zo die, Want die herkent bubbel, u wat, zo. wat Gilbert ook ja. zegt in de reportage? Wij zijn volwassen mensen, Wij willen ook natuurlijk wel zelf beslissen. Ja, tuurlijk. En dat, dat moet ook kunnen. Hè. Was dat soms een spanning in het woonzorgcentrum? Ja, er, er, er is wel spanning ja. geweest. Ja, ook met families, zeker, zeker. Dat is ook normaal. Wij bepalen eigenlijk dat je dat huis op slot gaat en wij bepalen manier dat, dat het weer open gaat ja. en we zeggen dan een half uurtje we gaan de natuur niet gaan beesten met een chronometer maar die rechtlijnen zijn er wel hè. Je hoort ook wel dat mensen bewoners depressief gewoon werden hè. Ja. Dat ze misschien niet ziek werden van corona, maar wel op een andere manier ziek werden. Ja. En dat is vind ik eigenlijk het moeilijkste om te dragen en om te zien gebeuren. Ik weet, je hebt een virus en er is heel hard ingezet mm. geweest op de gezondheid. Het virus bestrijden, maar eigenlijk was ik vanaf het begin heel erg bezorgd om de mentale gezondheid ja, ja. van de mensen. En, je dat je dat en ik vind dat daar vanuit de, vanuit de wereld en vanuit, vanuit de overheid daar zeer weinig naar gekeken maar is. Maar zag u het ook inderdaad bij uw ja. patiënten dat ze het kopje lieten hangen, dat het heel moeilijk Tuurlijk, was? Ja. Ja. Is de mens niet te veel vergeten? Men zegt ook wel eens: er ja, gaat ook in die expertencommissies veel sneller mensen moeten zitten die dat psychologische aspect ook voldoende capteren? Ik ben het daarmee eigenlijk wel eens, want ook de Wereldgezondheidsorganisatie is tot die bevinding gekomen. Hè. Dus het, het, het is niet enkel de virologische invalshoek, het is ook de, de psychologische die moet uh, gerespecteerd worden. En, veel waardering en respect wat in de woonzorgsector gebeurd is. Echt waar. Uh, we zijn daar echt uh, onder de indruk van geweest. Uh, we hebben geprobeerd de sector bij te staan met man en macht. Uh, we, waren, we hadden ook onze beperkingen. En we werden ook geconfronteerd ja. met situaties die we niet zelf in handen hadden. Maar we gaan pas gerust kunnen zijn wanneer er een vaccin is, een effectief vaccin, er is dat er helaas heel nog lang niet en is. En respect is één iets, is goed, maar... Je hoort natuurlijk wel de vragen van er is meer personeel nodig, beter gekwalificeerd, dus meer verpleegkundigen. De vraag is natuurlijk, zijn die er, die verpleegkundigen met name? Wel, ook in de pre-coronatijd inderdaad botst wel op het probleem om vacatures te kunnen invullen. En nu misschien nog meer, want de rusthuizen hebben zo echt het imago van sterfhuizen gekregen. Het ja. imago is misschien er niet op gegaan. Veel verpleegsterstudies, nee. ziet men ook dat die jonge mensen zeggen wil ik dat wel gaan doen? Inderdaad, en... Dat is al een imagoprobleem. Dat bestond voor de coronatijd. Dus de samenleving heeft er alle belang bij om. Die jobs aantrekkelijk te kunnen maken en ook voor te stellen. Maar ook de continue kritiek op de sector zou wel wat mogen afnemen, ja. vind ik. Ik vind het eigenlijk intellectueel oneerlijk. Er gebeuren heel mooie en waardevolle dingen in de woonzorgcentra. Met de verhouding van de bevolking kan er u op aan dat we die sector nog hard gaan ja, nodig hebben. Zal... Hij zal moeten evolueren, ja. hij zal moeten leren uit uh, wat ja. mensen willen vandaag. Maar het uh, moet echt positief bejegend ja. worden. Maar ja. inderdaad, u zegt het. We gaan allemaal de dingen maar echt kunnen loslaten als het vaccin er is. Dat is nog. Ja, januari is ten vroegste en dan moet het allemaal al vlug uh, verlopen en moeten we er allemaal aangeraakt. Um, kan u tot januari inderdaad dat soort halve quarantaine volhouden met die mensen ja, die natuurlijk dat willen zal, leven? Dat zal moeten. Um, ik denk dat we voldoende kunnen een evenwicht vinden tussen veiligheid en toch dat sociaal contact faciliteren en toch ook zorgen dat onze medewerkers zich zeker genoeg voelen om die zorg te kunnen bieden aan die bewoner. Um, wij gaan een aantal zaken blijven doen zoals dat we ze nu doen, iets afgezwakter wel. Uh, maar de, we gaan blijven zorgen voor een veilige situatie. Ja. En hebt ja. u al nieuwe inwoners durven ontvangen? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Die worden dan eerst getest voor ze binnen mogen? Mensen worden getest. Um, en die blijven ook eventjes ook in quarantaine. Um, als blijkt dat die negatief zijn, dan kunnen die terug deelnemen aan het gewone leven. Kunnen ze ook, ook al bezoek ontvangen en zo. Ja. Ja. We hebben ook heel veel nieuwe medewerkers kunnen aanwerven. Ja. Men zegt ook, ja, er, is, er is inderdaad een imago-probleem. Uh, maar ik denk dat we echt ons best mogen doen. En, en daar mogen vier op zijn op de mensen die daar werken, op de medewerkers die daar zijn. Die hebben echt alles gegeven in die periode. Het is moeilijk geweest, maar ze hebben alles gedaan wat ze kon. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. Um, en ik denk dat we veel meer mogen naar buiten komen met de dingen die wij doen. Wij doen heel veel mooie dingen. Onze bewoners zitten niet weg te kwijnen. Ook niet in coronatijd hebben ze. Niet triestig in een hoekje zitten huilen. Uh, er is volop ingezet geweest op, op individuele zorg, op individuele aandacht. En uh, ja. dat zijn dingen die veel meer naar buiten ja. moeten komen. Oké, okay. dank u wel voor dit gesprek. Ja, en het is al gezegd, hè. er is ook uh, de documentaire die gemaakt is door de VRT Nieuwsdienst, die heet In de greep van het virus. Dus eigenlijk een terugblik uh, op de hele coronacrisis en met Wim de Vilder. Dat wordt nu uitgezonden donderdag, de 25 e om 20 voor 9 hier op 1. Goedemorgen, ik ben Sven Nijs en ik ben straks de gast in de zevende dag om te komen vertellen over de slag om de Ballenberg. Hey, ik ben Saskia de Koster en ik kom straks vertellen over de ongelijkheid tussen man en, en vrouw in de literatuur, in de water, naar aanleiding van de Libris Literatuurprijs, waarvoor ouders genomineerd is. Ik sta in Tulsa. De rally van Donald Trump, zijn eerste in vier maanden, is afgelopen. Straks ga ik erover vertellen, in de zevende dag. There was no place he hadn't been, no face he hadn't seen, all I done was We driving through the night and I remember it just right told me you love me Come on and light Hey Joe turn your headlights on The road is dark you don't know where you're coming from Time flies when you're out having fun but Hey Joe turn your headlights. Ja, een fragmentje Joe, de debuutsinger van Mascremees. Goedemiddag intussen, denk ik, zijn we al daar. Wordt zeer goed gesmaakt, dat nummer. Een meisje met een gitaar, zeg maar. Het is een klassieke, maar het blijft duidelijk werken. Ja, blijkbaar wel. Ja. Waarom koos je daarvoor? Want het, is, ja, het doet mij denken aan nummers die ik al ken van heel lang geleden. Het heeft echt wel een beetje die sfeer. Hè? Uh, ja, vooral omdat er weinig mensen zijn in mijn familie die. Uh ook iets hebben met muziek of die een instrument spelen. Dus vandaar ben zo'n beetje de enige. Dus mijn muziek vertrekt echt wel van het ik ja. En is het de, de muziek dan waar je mee opgegroeid bent? Uh, ja, er zijn heel veel invloeden van uh, die muziek waarmee ik. Je maar. vaders platencollectie las ik. Ja, precies. Ja. En wat zat daar allemaal in? Uh, veel klassiekers, veel van de Beatles ook. Dat ja. sloeg direct aan bij mij. Ja. Uh, echt ik... bij een jong meisje, de Beatles? Ja het, ja. Kan ja, het kan ja, liever. Ja. Ja, ja. Dat is zelfs van voor mijn tijd eigenlijk. Ja, nee. <laughs> nu, je hebt dan die single en die wordt dan gesmaakt. Hè. Dan denk ik, ja, dan maak je heel veel plannen. En dan komt die coronatijd erbij. Ja, alles door kruis neem ik aan. De, ja, maar nu hier en daar is alles terug wel op gang aan het komen. Maar de grote uitdaging is natuurlijk als je muziek uitbrengt, om het aan de mensen te laten ja. horen, hè, om gehoord te worden. Heb je dan veel zo van die Facebook-lives gedaan en zo? Ja, in het begin wel. Maar... Allee, dat bleek dan toch niet echt iets voor mij. Dat is heel technisch ook en niet je zo intuïtief. Ja, bekijk. Ja, nu uh, van de zomer inderdaad kunnen er weer al wat dingen. We horen wel her en der dat er kleine concertjes en zo mogelijk zullen zijn. Kan jij ook aan de slag? Ja, er is toch wel iets heel anders dat op de agenda staat. Ja, ja. dus je kijkt er naar uit om jouw publiek eigenlijk echt te zien. Echt, heel erg. Ja. ja. Ik heb ook begrepen, de plaat is ook uitgesteld geraakt door de covid. Ja, normaal gezingen die eind dit jaar misschien begin volgend jaar zijn. Maar dat wordt nu 100 zeker volgend jaar. En dan hoogstwaarschijnlijk ook eind volgend jaar. Dus een hele eind. Ja, maar er is ook wel nog wat werk aan. Ja. <laughs> dus. Zat je in corona stil? Want we hebben heb veel artiesten gehad die zeggen van... Ja, we dachten eigenlijk, we hebben nu weken de tijd. Maar het is toch niet zo makkelijk om geïnspireerd te blijven. Ja, ik had... De, er was wel veel druk, ook van gewoon naar um, de mensen toe. Van, ik heb nu al die tijd, tijd om aan dingen te werken en jezelf te werken. Maar bij mij is het schrijven van nummers iets dat heel organisch gebeurt en ik kan dat moeilijk of niet forceren. Dus ja. het was toch een beetje afwachten. Je, je bent van Ethiopische afkomst, dacht ik. Ja. Uh, hoe is de dood van George Floyd bij jou binnengekomen? Uh, als iets heel hard en uh, ja, moeilijk om daar woorden voor te vinden. Het is daarmee ook dat ik er een lied over heb geschreven. Ja. Ja. Het is dat makkelijker om mij uit te drukken in, in muziek? Was dat iets dat, dat je inderdaad voelde van, dit nummer zit in mijn hoofd, ik moet het schrijven? Of heb je dat heel bewust gedaan van, ik wil ergens ook mijn stem laten horen? Eerder de laatste. Er waren de betogingen. Er was een betoging in het Zuidpark in Gent, waar ik jammer genoeg niet kon bij zijn omdat ik mijn oma wou, of ja, mijn oma wou bezoeken. En dan dacht ik, ah, ik, ik mis hier iets, iets belangrijk. Ik wil ook mijn steentje bijdragen. En als muzikant kan ik dat. Ja. Want je schrijft heel duidelijk ook in dat nummer. He. We won't silence our voices. Is death won't be in vain? Heb je nu zoiets van, ja, we moeten onze stem laten roepen, Misschien moet jouw muziek ook politieker worden? Um, ik vind dat mijn muziek al iets politiek is. En niet alle nummers uiteraard, maar er zitten wel al duidelijke verwijzingen in en zo. Um, maar dat was toch wel iets dat ik heel bewust heb gemaakt. Ja, ja want het deed me denken, ook ja, dat de protestzong, het meisje met de gitaar en dan je verhaal uh, inderdaad Indeed. vertellen. Yeah. Ja. Wel, ik stel voor dat we het uh, gaan ontdekken. In primeur heb ik begrepen. Yes. Ja, zeer okay. goed. Ga maar naar het podium. Dank je wel. Dank je wel, ja, dus en uh, straks brengt uh, straks brengt Meskerim ook nog haar uh, debuutsong Joe, maar nu dus eerst zoals gezegd in Nobody Came, geschreven na de dood van George Floyd. All of my brothers and sisters. Who shared the same fate for so nobody came I'll remember your faces and I'll remember complete crosser van het moment. Wie heeft de beste techniek? Ja, Wie geraakt het verst in het zand? En wie rijdt de snelste tijd? De slag om Balenberg bekroont de beste allrounder van het veld. Zondag op 1. Straks dus. Ja. Uh, welkom Sven Nys. Want wie Balenberg zegt, die zegt Sven Nys, dat is toch zo? Hè? Ja, dat klopt. We zijn daar ondertussen vier jaar actief, maar um, ja, de locatie is al langer bekend door de wedstrijd die we op 1 januari organiseren. En wat is het idee achter Slag om Dalenberg? Ja, een, een echt evenement organiseren. Mm -hmm. Ik denk dat de evenementensector natuurlijk We hebben ook het er uh, straks nog over, ja? klappen krijgt. Ja. En, uh, iedereen probeert creatief oplossingen mm -hmm. te zoeken en dit is daar eentje van. En voor alle duidelijkheid, er zijn ook al virtuele koersen georganiseerd. Ja. Dit is niet virtueel, dit is echt, maar het is geen veldrit. Het is geen veldrit, het is wel met de toppers uit het veldrijden die aanwezig zijn, zowel bij de dames als de heren. Uh, zes stuks van elk. Mm -hmm. En uh, zij gaan een duel aan, maar individueel. Ja. Dus het klinkt een beetje raar, maar ze doen een uh, technische ronde uh, tegen tijd. Ze doen een, uh, een aparte uh, proef door de zand. Ja, de, daar hebben we beelden van. Ik denk dat we Sanne kant zullen zien rijden. Zij ja. uh. hebben elkaar dan ook niet gezien. Het was echt allemaal apart. Ze zien elkaar wel. Ze blijven op een afstand van elkaar. Uh, en ze moeten de proef afleggen uh, om uiteraard hier in de zand zo ver mogelijk uh, te rijken. Daar worden punten aan gekoppeld. En uh, die punten krijg je aan de hand van die verschillende proeven, krijg je dan uiteindelijk uh, ja. een resultaat. En dat gaat ja, ja. een winnaar opleveren. En dat is... Jij zegt ze moeten de proef afleggen. Ze hebben de proef afgelegd, want het is al opgenomen. Hè? Dus jij kent de winnaar. Ik ken de winnaar, ik ga het uiteraard niet verklappen. Ik ja, dat ook... geloof dat het geheim is gebleven al die tijd? Ja, het is geheim gebleven en het is vooral. Um denk ik ook goed dat we dat op een dag gedaan hebben waar niemand op voorhand wist dat het evenement... Want dat ja, maakt ja, het moeilijker. Ja, 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 ja. Mensen, mensen weghouden van iets Want dat, ja, geen uh, publiek, hè? Geen publiek. Uh, waren ik heb wel gehoord. Wel VIPs. Een, well, VIPs is natuurlijk veel gezegd. Er waren een aantal mensen aanwezig die ook mee in dit evenement hebben geïnvesteerd. En elke renner mocht ook twee begeleiders meebrengen om hen te ondersteunen. Maar allemaal coronaproof. Allemaal coronaproof. Uh, ja, dus het was echt met een, met een speaker die ook uh, stond... Uh, net echt. Net echt. Er waren stewards die ja. uh, uh, aan, ja, aan de inkomst stonden, ja. om, als er dan toch publiek zou komen ja. om die weg te gaan. Ze waren wellicht wel heel blij, ook die renners, dat ze nog eens iets konden doen. Dat zag je wel, inderdaad. Ja. Uh, renners hebben heel veel virtueel wedstrijden gedaan, hebben in hun eigen kot of in hun eigen op hun eigen locatie aan het trainen geweest. En het is eigenlijk de eerste keer dat ze terug met de concurrentie geconfronteerd worden. Um, en ja, dat was leuk. Zag je het was... daarin dat toch verschillen? Dat sommigen toch die coronaperiode fysiek beter doorstaan hebben? Ik denk dat ze allemaal op scherp staan. Ja. Ze hebben allemaal honger om terug in competitie te komen. Uh, en ze willen zich bewijzen. Het is haantjesgedrag zoals ja. dat in de sport eraan toe gaat. Maar er hing spanning in de lucht. En ik ben heel blij dat we opnieuw terug zo'n evenement ja. um, kunnen zien. Maar gaan ze terug in competitie komen? Want weet je nu al wanneer het echte veldritseizoen van start zal kunnen gaan? In principe uh, is de kalender ons beloofd tegen het eind van deze maand. Ja. Maar we hebben natuurlijk... Al, een er is al een vergadering geweest uh, waar we met alle uh, sectoren bij elkaar hebben gezeten. Zowel atleten als de federatie als de organisatoren. En ja, er gaan wedstrijden wegvallen. Er zijn organisatoren die het gaan moeilijk hebben om, om uh, het ja. financiële rond te krijgen. En ook omdat er sponsors gaan wegvallen, geen minder publiek. Ja, dat is allemaal niet duidelijk. Hè. Dus we gaan echt moeten wachten hoeveel publiek we gaan uh, kunnen toelaten. Zou je heel graag publiek hebben? Is dat echt belangrijk voor een renner dat daar mensen zijn? Een atleet staan? presteert altijd beter als er uh, adrenaline is van het publiek. Mm. Maar ik denk dat heel veel organisatoren ook echt uit liefde voor onze sport organisaties willen op poten zetten, zelfs zonder publiek. Uh, en dat kan natuurlijk. We zijn een... ja, dat hoort bij Ros. Het, het is een sport voor iedereen. Dat zal het wel echt niet meer zijn. Hè? Dat zal het, denk ik, dit jaar, zeker in eerste fase, uh, niet bij horen. Maar uh, we moeten wel die sport op de kaart blijven zetten. En... Maar lukt, lukt dat? Want ja, je zult ook dat hele drukke najaar hebben op de weg. Ja. Het zit er wel in dat het veldrijden helemaal ook qua aandacht gaat weggedrukt worden. Maar dat weet ik niet. Ik denk dat wij een sport zijn die ons wel een klein beetje kunnen aanpassen. Um, en hoe zou je het dat uur, kunnen? Wel door het uur te verschuiven mm -hmm. bijvoorbeeld. Beeldwin, een klassieker, eindigt om vijf uur, half zes. Dan kan je perfect nog voor het nieuws um, die topwedstrijd op tv brengen. Mm -hmm. uh, dus daar kan wel mee gespeeld worden. En dan heb je ook de kijkers van de klassiekers die waarschijnlijk blijven hangen, waardoor je ook toch wel ja. uh, wat succes kunt ja. hebben. Velen zullen blij uh. zijn <laughs> als de hele dag dan... Ja. Maar ik denk de dat iedereen echt naar, uh, geen herhalingen, maar ja. beelden ja. Van, van vandaag. Maar je zei het inderdaad, uh, het is ook een financiële kwestie. Ik heb begrepen dat ook u op zoek moet naar sponsors terug. Op de, op, in deze periode lijkt me dat ook niet zo evident. Absoluut. Het, uh, vooral alle duidelijkheid, het is geen sponsor die afgehaakt heeft door corona of door de situatie nu. Dat wisten wij al op voorhand, maar we hadden normaal wel de tijd om bij bedrijven langs te gaan. Ja, daar staat nu een, uh, een, een stop op. Hè. Mm. Uit respect alleen al doe je dat niet. Mm. En dat is toch wel wat afwachten. Er komen nu terug wel wat ja. gesprekken op gang. Er Mensen... zal gewoon waarschijnlijk minder sponsoring te vinden zijn. Er gaat minder uh, financiële middelen in, in onze sport uh, mm. omgaan. Uh, renders gaan daarin mee moeten. Organisaties, maar ook teams, hè, zullen toch wel creatief moeten gaan omspringen. En de ambitie is, ook bij ons in het team, um, om dat team verder te zetten. En als dat met mindere middelen moet, okay. ja, dan gaan we ons aanpassen en stelselmatig terug ons opwaarderen. Ook een opwaarderen. team dan? Ja, dat zou best wel kunnen. Maar daar gaan we voor alle duidelijkheid vandaag nog niet van uit. We hebben echt de ambitie om het team te behouden zoals het is. Maar goed, vandaag is alles onzeker. Zowel organisatie als atleten die ook... Waarschijnlijk financieel op termijn wel wat zullen moeten gaan inleveren. Ja, of anderen, misschien de echte toppers van der Poel en Van Aert, die nu misschien definitief voor de weg kiezen? Maar ik denk niet dat ze definitief voor de weg gaan kiezen. Ze hebben een hart voor de cross. Maar het zal wel een heel beperkt programma zijn. Uiteraard, doordat ze tot ja, bijna november op de weg aan het koersen zijn, gaan zij waarschijnlijk pas ergens in december, misschien laat december, in competitie komen daar. Maar de cross is wel een fantastisch format waar andere uh, helden zullen opstaan die uh, mooie duels gaan uitvechten. Dat hebben we ook vorig jaar al wel gezien. En er komt opnieuw weer een nieuwe generatie aan en, en dan zijn we weer vertrokken. Ja, nu straks, dus die, uh, die cross te zien op televisie. Hij is al gereden. Uh, ik heb begrepen dat ook jouw zoon mee doet. Doet hij het goed? Um, die zandbak. Doet hij het die, altijd goed als zandbak Lijkt mij op maat van hem. Ja. Gepakt. Uh, de zandbak uh, is wel iets. En hij kent natuurlijk de locatie. Ja, ja, ja. Dus hij ja. zou het wel geweldig moeten doen. Uh, hij zou het geweldig moeten doen, maar hij is maar 17 jaar. Hè. En het zijn, het zijn toch echt wel met Mathieu van der Poel ja. eentje te noemen. Ja. Toppers. Ik ga niks verklappen. En nee. nee. jullie ah, nee, moeten nee. gewoon nee. kijken. We gaan okay. dat inderdaad doen. De slag om Balenberg. Dus uh, straks om 5 over vijf op 1. Dankjewel, Sven Nijs. Nice. Graag gedaan. Al meer dan een jaar proberen wij hem te strikken voor een groot interview. Het leek te lukken, maar dan sloeg corona toe. Maar vandaag is Eurocommissaris Frans Timmermans onze gast. Hij was ook de gedoodwerde kandidaat om zelf voorzitter te worden van die Europese Commissie, maar de politiek besliste anders. De Sociaaldemocraat wist zich de afgelopen jaren ook als Nederlands minister van Buitenlandse Zaken sterk te profileren. The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation. It's caused grief, anger, and despair. And finally, from the Netherlands, Frans Timmermans, first vice president of the European Commission, the candidate of the party of European socialists. Let's work together in the next five years so that we make sure the next commission puts Climate crisis on the top of its agenda. Frans Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal. Ja, gelukt. U zit hier. Eerste keer in een tv-studio heb ik begrepen. Ja, klopt. U ja. durft weer buiten komen. Ja, ja. Nou, ik vind, ik vind, wij moeten, we hebben een voorbeeldfunctie, dus we moeten ons heel strikt aan ja. de regels houden en uh, zeker. Wij zijn ook gast in dit land en in dit land had hele strikte lockdownregels. Daar ja. hebben wij ons ja. als gezin ook heel precies aan. Want ik heb begrepen dat u op een bepaald moment ook zelf in quarantaine bent gegaan. omdat u ook vreesde van misschien iets Nou, Ik had met een Franse minister een afspraak uh, gehad. En zij liet mij twee dagen later weten dat ze besmet was. Dus toen uh, zijn wij ook uh, ja. twee weken in quarantaine gegaan. Ja, maar alles is goed en wel doorstaan. Absoluut. Dat ja. is het belangrijkste. Maar we moeten het eerst wel over corona hebben, natuurlijk. Zeker, hè? Ja. Europa is heel zwaar getroffen door de ziekte. Om te beginnen, er wordt nu gezegd dat ja, het meeste aantal doden vallen in de Verenigde Staten. Maar eigenlijk zijn het meeste aantal doden in de Europese Unie gevallen. Hè. Kunt u dat verklaren voor een continent toch dat een hele goede gezondheidszorg heeft? Nou ja, ik, het is nog even afwachten. Het is nog niet voorbij. Hè? Ja, de, het virus slaat nu in de rest van de wereld heel hard toe. Terwijl het bij ons veel minder is geworden. Ja, het virus heeft hier toegeslagen. We, we zitten uh, vrij dicht op elkaar als Europeanen. Hmm. We reizen heel veel als Europeanen. Dus dan loop je een groter uh, risico. Maar tegelijkertijd, als je ons vergelijkt met de rest van de wereld... hebben we het hier ook wel, ondanks dat het zo hard heeft toegeslagen... relatief goed opgevangen. Ja. Uh, ook wat betreft mensen die hun baan uh, uh, dreigden te verliezen. Maar ook onze gezondheidszorg. En het mooie hiervan is dat toch echt iedere Europeaan de gezondheidszorg nu anders is gaan zien... als veel wezenlijker voor zijn bestaan. Ja, medisch en sociaal inderdaad, politiek minder. Hè, ja. Want het heeft de zwakheden van de Europese Unie pijnlijk blootgelegd, toch? Ja, maar uh, dat was zeker in het begin zo. Uh, gezond, het gezond, zich, gezondheidszorg is toch... Dat was vroeger ook op andere terreinen dat men zei... Kijk, als nou alle landen maar doen wat wij doen, dan komt alles goed. En dat is een beetje de houding geweest... Ja. Van de lidstaten in de gezondheidszorg. Het zijn soms heel verschillende aanpakken. Hè. De ene heel groot Nederland groot in en België. Dat, ja. grote, is dat de way to go als we naar een nee. tweede nee. Een golf gaan? Maar we leren er ook van. Je ziet nu dat men toch dichter uh, tot elkaar is gegroeid. We hebben, we zien, we hebben toch, ik ben zelf grensbewoner uh, uit, uit Nederlands Limburg. Mensen willen niet meer die verschillen aan de grens. Dus ik denk dat in het vervolg ook ja. de lidstaten veel meer overleg zullen hebben. Want u zei ja inderdaad, vooral in het begin, met Duitsland die de mondmaskers voor zichzelf hield en dergelijke meer. Maar je ziet dat nu toch ook in de race naar het vaccin. En we hadden hier ook onlangs ook nog Paul Stoffels te gast. Ja, daar zijn landen, Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, die ook al deals maken om zeker die vaccins te hebben. Ook hier zie je toch weer hetzelfde gebeuren. Ja, er waren in Europa vier landen die vonden dat het op Europees niveau niet snel genoeg ging. Die, hebben toen, zelf, die hebben toen zelf een contract gesloten. Maar dat is vervolgens onmiddellijk ingebed in breder Europa. Dus die vaccins zullen voor de hele Europese Unie beschikbaar zijn. Ja, het is niet een ideale oplossing, maar het is wel een Europese oplossing. En we leren daarvan. En ik weet zeker dat de lidstaten in het vervolg, als het nou gaat om beschermingsmateriaal, want dat is ook niet goed gegaan. Hè? We zullen gezamenlijke voorraden aanleggen. We zullen gezamenlijke weerbaarheid ontwikkelen. Ja. Ik ben daar wel optimistisch want Ik op. heb ook begrepen dat Ursula von der Leyen, uw baas, zeg maar, zegt van... Ja, ik wil eigenlijk dat aankoopbeleid eigenlijk uitbreiden. Niet alleen voor Europa, maar als het kan met zoveel mogelijk wereldleiders. Ja, dat lijkt me verstandig. Want er zijn natuurlijk heel veel landen in de wereld... die kunnen zich dit allemaal niet zo goed permitteren. En ik vind ook dat wij als Europeanen een verantwoordelijkheid hebben... om bijvoorbeeld... Ons zustercontinent Afrika te helpen als er eenmaal een vaccin is, dat zij zich misschien niet kunnen veroorloven, dat wij dat dan ja, beschikbaar. Trump die gaat natuurlijk zijn eigen koers varen. Hè? Ook dat heeft, hebben we ook gezien. Hij was zelfs Europese fabrikanten overkopen om toch maar zeker te zijn dat America first bediend zou. Er is helemaal in de wereld, dat zie je ook bij China. Uh, as first. Hè? Dat, dat een beetje on -Europees. wij zijn dat niet gewend. We zullen ons daar weerbaarder tegenover moeten stellen. Dat heeft de Duitse overheid gedaan. Dat moeten we op Europees niveau ook gaan doen. Dat geldt ten van de Verenigde Staten misschien, maar zeker ten opzichte van China. We moeten onze weerbaarheid vergroten als Europeanen. En dat kan alleen maar gezamenlijk. Ja, want mondmaskers, reagentia om te testen, moest allemaal uit China komen. We hebben eigenlijk ook geleerd dat op dat, op dat kleine niveau, dat we economisch gewoon heel kwetsbaar zijn in de wereld. Ja, ja ik denk dat er was al een beetje een beweging aan de gang van moeten we niet meer terughalen uh, ja. in, de, in de productieketens. Ook om milieuoverwegingen natuurlijk, om vervuilingsoverwegingen. Maar dit heeft dat proces enorm versneld. Ik denk niet dat Europa zich nog kan permitteren voor essentiële medicijnen afhankelijk te zijn van een paar producenten in India of ja. China. Dus dat zal echt ook wel structurele veranderingen in die sectoren uh, tot stand kun je, brengen. Hoe kun, je, hoe kun je dat doen? Want we gaan naar daar, we produceren daar, omdat het daar goedkoper is. Ja, maar uh, goedkoper is één element. Uh, beschikbaarheid is een ander element. Mm. En dan wordt het duurkoop als je het niet hebt. Dan worden er meer mensen ziek of gaan er meer mensen dood. En dat is. Afgezien ook van het morele eh, verhaal, is het ook economisch zeer onverstandig als je het puur op de cijfertjes wil laten aankomen. Dus we zullen onze weerbaarheid moeten vergroten. Dat betekent sommige dingen ook weer in eigen huis aan. Ja. Nu, u zegt inderdaad, we moeten ons als Europa meer profileren, krachtdadiger, weerbaarder zijn. Uh, daar is enerzijds natuurlijk de figuur van Ursula von der Leyen die daar een rol kan in spelen. Anderzijds is er ook Charles Michel, eh, hoofd van de Raad. Uh, wij hebben hem net aan het begin van de lockdown nog even uh, op straal in de studio gehad. Nadien is de man een beetje... Verdwenen. Dat is het gevoel toch als publiek. Was Charles Michel voldoende aanwezig in deze crisis? Heeft hij dat ook voldoende gemonitord, gepakt? Nou, we zijn, we zijn nu in die, in die crisis. ging het toch vooral om de gezondheidszorg en hoe we daarmee omgaan. Uh, ja, maar ook de landen nu, op meer rijk krijgen. Dat is dat, een rol dat, die Dat hij wordt kan nu de spelen. grote rol. Ja. Hij, hij moet ervoor zorgen dat we binnen nu en voor het einde van juli een akkoord hebben over de meerjarenbegroting en over het reddingsplan. En, en dat, dat zal hij moeten doen. Dat is zijn taak. Hij moet de landen dichter bij elkaar brengen. De Europese Commissie. Nou, het is nu begonnen. De afgelopen Europese Raad is in ieder geval goed afgelopen. In de zin van geen ruzie en een basisbeginsel om toch tot elkaar te komen. Nou ja, meer kon je op, de, op dit moment niet hopen. En nu moet hij echt aan de slag. Om de lidstaten zo bij elkaar te brengen dat we. Hebt u dat vertrouwen? Niet? Ja, ik denk dat er een basisbereidheid is overal om tot een akkoord te komen. Alleen... De standpunten liggen nu nog wel ver uit elkaar. Ja, ja. Dus voor Charles Michel ligt er een behoorlijk ja. zware klus. Ja, want we zagen ook dat beeld van een vorige top, hè, met uh, uw oud-premier, Mark Rutte, die toen naar hier kwam en die had een boek mee, de biografie van Chopin, best lijvig boek. Want ja, er ging toch niet veel hè, gebeuren. Dat beeld is wel blijven hangen. van ja, het duurt allemaal wel lang. En ook Nederland is altijd wel vaak uh, een dwarsligger als het gaat over het compromis, bereiken om. Leningen, subsidies toe te kennen, ook nu weer. Er zit het bij de hardliners, als ik dat mag zeggen? Ja, nou, ik, ik denk, uh, je kunt daar veel opmerkingen over maken, maar het belangrijkste is: iedereen moet wel zich goed beseffen dat we uh, toch behoorlijk diep in de problemen zitten, ook economisch. Ik denk dat dat wel eens te weinig wordt gezien. Beseft Jan Krutten uh, dat? Ik denk dat het überhaupt te weinig wordt gezien. Uh, omdat, denken we nou, wij redden het onszelf wel. Uh, je moet een reddingsplan maken dat in verhouding staat tot de diepte van de crisis. Opvallend is. Dat het de hele Nederlandse zakenwereld, de hele privésector, die zegt we moeten dit doen. En we moeten ook de Green Deal doen. En, mm -hmm. en dus eh, ik hoop dat politici ook willen luisteren eh, naar degene voor wie ze dat werk willen doen, onze burgers, maar ook eh, onze eh, private sector. En we weten dat er een enorm gat is gevallen en dat gat moet worden opgevuld als we snel weer uit de crisis. Komen. En dat kan alleen maar Europees. En de commissie heeft daar een voorstel over gedaan. Ik hoop dat de lidstaten het daarover eens kunnen worden. Ik hoop ook Nederland. Ja, u zegt het, hè? we moeten de relance doen Europees. We moeten ook de Green Deal doen Europees. Dus Europa zoekt een uitweg uit die uh, coronacrisis. En vrijdag, na die virtuele EU-top, gaf uw chef Ursula von der Leyen u eigenlijk ook een uh, opdracht mee. En zoals u you weet, know, de commissie with een plan om dat te doen. Het called Next Generation EU. Combined with a reinforced MFF, it will provide the necessary means: 1,850 billion euros, and the proper focus on a green, a digital, and a resilient recovery to help the European Union, its citizens, its businesses to emerge stronger from the crisis. Is the way out of the crisis green, digital, and That must be well. Want uh, voor de oude economie is geen toekomst. Mm. Uh, hoe we er ook tegenaan kijken, is geen Zijn toekomst. Er natuurlijk nog veel en, jobs, die oude economie op. Jawel, maar als we nu die jobs gaan redden, met al het geld. Want we kunnen maar een beperkte hoeveelheid geld mobiliseren. Als we dat geld gebruiken om alleen maar in de oude economie te investeren. Die oude economie is over vijf jaar overleefd en dan hebben we geen enkele investeringscapaciteit meer om naar de nieuwe economie te gaan. Het is niet voor niks dat ook het hele bedrijfsleven zegt, investeer in de nieuwe economie. En we moeten daar de mensen in meekrijgen, dus het moet meteen resultaat hebben. Vandaar dat we zeggen, begin eens met een renovatiegolf. Ga eens gebouwen energiezuiniger maken. Eh, maak de energieswitch in de gebouwen. Dat zijn meteen jobs. Uh, meteen de bouw moeten aan de slag, uh, ingenieursbureaus... jobs die ook niet gedelocaliseerd kunnen worden, die hier plaatsvinden. En zo combineer je twee dingen, de wens om jobs uh, te creëren... en tegelijkertijd te vergroenen. Maar als we het eens mogen verder hebben over die oude economie... laten we dan eens misschien aan de luchtvaart ja. denken. Ja. Al die luchtvaartmaatschappijen moeten gered worden. Lufthansa, 9 miljard nodig. Brussels Airlines, 290 miljoen. Air eh, France, 7 miljard, KLM zit in de problemen. Moeten we dat dan niet meer doen? Is dat het verleden en te vervuilen? Nou, we, zullen, we zullen de luchtvaart in de toekomst ook heel hard nodig hebben. Mm. Uh, zowel wat betreft het transport van personen als van goederen. Dat zal altijd een belangrijk onderdeel van onze economie zijn. Maar die luchtvaart moet wel hervormen. Die ja. luchtvaart moet toewerken korte afstandsvluchten. Uh, laatst vloog er zelfs iemand, geloof ik, binnen, binnen Vlaanderen. Van een, ja, dat is voorgevallen, andre. ja. Het is, het is uh, bijna niet voorstelbaar dat zoiets ja. nog kan gebeuren. En moet maar, het duurder worden? Moeten mensen een beetje ontraden worden om al te veel te vliegen? Bijvoorbeeld door kerosine duurder te maken met een kerosinetaks? Nou, ik vind, ik vind het op zich bijna niet uit te leggen dat je wel tax betaalt op de benzine die je in je auto stopt, tax betaalt voor de stroom die de trein gebruikt, maar geen tax betaalt ja. voor de kerosine mm. in de lucht. Dat is, dat, dat is oneerlijk. En is maar dat iets wat Europa kan maken? Ja. Je moet niet dingen mensen moeilijker maken, je moet het ze op andere terreinen makkelijker maken. Je moet het mensen makkelijker maken korte afstanden ja. met de trein uh, te nemen. Je moet mensen makkelijker maken om, om ook uh, zeg maar te reizen op een andere manier. Maar de sector zegt dan, ja, als je zo'n kerosinetax gaat doen, dat moet je... ...globaal doen, want dat is gewoon oneerlijke concurrentie... ...als wij binnen Europa dat wel moeten gaan doen. En Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... Dat ja, onze inzet doen. is ook om het uh, globaal uh, te doen... ...maar als het globaal niet lukt, zullen we het Europees moeten doen. Maar dan hebben die bedrijven wel een concurrentie. Nee, nou, nee want dan als, als, ze op Europa, als ze op Europa willen vliegen... ...zullen ze dan ook die belasting moeten betalen... Hmm. ...en dan moet je monitoren hoeveel kerosine ze zonder belasting... Maar dan zit je nee, dat voor je het weten in een handelsoorlog eigenlijk. Maar die handelsverhoudingen gaan toch veranderen. Onze burgers zijn eigenlijk niet tevreden meer van hoe de handel internationaal nee. werkt. Zij zijn ontevreden over het feit dat uh, de handel potentieel onze sociale rechten zou... of onze milieuvereisten zou nee. kunnen bedreigen. Dus we moeten sowieso omdenken als het om internationale handel ja. gaat. Je moet dit ook als een kans zien om die handel eerlijker te maken. Het klinkt wel als nog zeer woelige tijden die ons te wachten staan. We moeten ja, maar... enerzijds relance doen en dan moeten al die dingen herbekeken ja, we... worden met moeilijke verhoudingen. Maar we zitten midden in een industriële revolutie, bovendien. Hm. De, de hele... De technologische revolutie waar we middenin zitten heeft een enorme impact op ieder levend wezen op deze planeet. De klimaatcrisis is niet weg. De biodiversiteitscrisis is niet weg. Dus we moeten het nu aanpakken. En het, wat hebben al deze kwesties met elkaar gemeen? Het zijn allemaal verdelingsvraagstukken. En wat hebben al deze kwesties ook met elkaar gemeen? Als we er niks aan doen, zijn het altijd de armste en de zwakste mensen die de grootste rekening betalen. En daarom moeten we als politiek handelen. Als we eens um, mogen teruggrijpen naar die Green Deal en de algemene doelstellingen daarvan bekijken. Hè. Uh, dus er is een eerste tussendoel tegen 2030, CO2-reductie met 50 tot 55 procent, om dan uiteindelijk in 2050 op een klimaatneutraal Europa uit te komen. Na corona blijft dat de doelstelling? Absoluut. Absoluut. En heeft corona dat moeilijker of makkelijker gemaakt? Corona heeft dat natuurlijk moeilijker gemaakt omdat je tijd uh, verliest ja. en economisch een klap krijgt. Dat is de moeilijkere kant. De makkelijkere kant is dit. Heel veel bedrijven voor corona dachten van: oké, okay, ik moet die kant op, maar ik kan nog een aantal jaren wachten. Wachten kunnen we niet meer. Bedrijven zullen. Iedereen, privaat, uh, publiek, ja. zullen moeten investeren. Dus het is ook, zeg maar, nu sta je met, uh, uh, voor een keuze die je sowieso moet maken. Je zult moeten springen naar de toekomst. Spring dan wel naar een goede toekomst. Spring dan niet naar het verleden. Sommigen zullen ook wel zeggen, de economie lag nu stil, mm -hmm. hè, quasi. En dat heeft eigenlijk maar een reductieuitstoot van 17% gekend. Dus als je eigenlijk uw doelstellingen wil halen, dan moet de boel plat blijven liggen. Nee hoor, we kunnen met de, met de verandering die we maken... Als we een, bijvoorbeeld in Vlaanderen maken jullie nu echt grote stappen vooruit met de circulaire economie. Het hergebruik van materiaal, het hergebruik van grondstoffen. Als we dat nu enorm uh, stimuleren in Europa, dan haal je enorm veel milieuwinst. Als we de renovatiegolf uh, doen... Uh, en de uitstoot bij gebouwen vermindert, halen we enorme winst. Als we naar elektrische mobiliteit uh, gaan, halen we enorme winst. Ja. Als we in de grote steden, zoals nu ook Brussel wil, veel meer gaan fietsen, halen we enorme winst. Dit kunnen we allemaal halen. Het is allemaal te doen. Maar nu Vlaanderen laat vallen, u bent een paar keer ook wat in aanvaring gekomen met uh, Vlaanderen, de, de Vlaamse regering. Zo was ja, met al... één minister, heel specifiek. Met <laughs> één minister, maar die vertegenwoordigt de regering Tuurlijk, natuurlijk. Ja. En uh, er was die aanvaring op de klimaatconferentie van Madrid december uh, vorig jaar. Ik kwam minister Demir gisteren tegen in Madrid, waar zij mij heel trots vertelde van de doelstelling. En toen zei ik haar, ja, wij gaan voorstellen tussen 50, min 50 en min 55 procent volgend jaar. En ze keek me aan en zei, ah. Mensen, het moet allemaal haalbaar en betaalbaar zijn. En het, ik hoor ook alleen maar ambitie, ambitie, ambitie. En ik hoor heel weinig resultaat, resultaat, resultaat. Voor ik u daar laat op antwoorden, wil ik wel eens de Vlaamse doelstellingen erbij halen en die afzetten tegen de Europese ambities. Dus Vlaanderen wil tegen 2030 32,6 procent minder uitstoten, om dan tegen 2050 80 procent minder uit te stoten. Dat is dus minder ambitieus. Is dat te weinig ambitieus? Nou ja, je zou er daarnaast ook de Belgische ambities naast kunnen zetten ja. en die, zijn weer, die vallen weer samen met onze ambities. Dus misschien is daar intern ja. nog wel wat een discussie over. Uh, het, het argument onder. is vaak natuurlijk dat Vlaanderen dichtbevolkt is, veel industrie heeft, dus dat het voor Vlaanderen specifiek moeilijker is dan voor vele andere regio's. Nou, Hebt u daar begrip is, voor? Vlaanderen is toevallig ook nog eens een keer veel rijker dan bijna alle andere uh, regio's. En Vlaanderen heeft heel veel captains of industry die dit wel willen. Die omschakeling. Dus ik ben daar niet heel negatief uh, uh, over. Ik denk dat, dat Vlaanderen kan dat. Het Vlaanderen kan dat zeker. Het is absoluut haalbaar. Je moet het wel politiek willen. Je moet het wel politiek willen. En, is dat en... een aansporing? Doe het? Ja, Vlaanderen kan dit. Vlaanderen ja. kan dit. Ik ben daar zeer van overtuigd. En als je ook ziet uh, hoe sterk de Fridays for Future beweging is in Vlaanderen. De hele jonge uh, met een uitzondering, maar de hele jonge, grote delen van de jonge generatie Vlaanderen willen dit. Natuurlijk zijn er ook, kijk, ik vind je moet dit ontideologiseren. Je moet kijken naar wat de uitdaging is en die aanpakken. De klimaatontkenners, die zijn ideologisch, want die sluiten hun ogen voor uh, uh, de feiten. Um, dus we moeten dat klimaatprobleem zien als een ja. technisch en politiek probleem dat we moeten oplossen. Het is een verdelingsvraagstuk. Doen we dit niet, dan zijn het de zwaksten ja. in de samenleving die het van zullen Maar om, dat is eigenlijk ideologisch. Over u wordt wel eens gezegd dat u een plan-economie op zijn sovjet unie wil installeren. <laughs> ja, grappig. Um, <laughs> nee, uh, nee, dus? Nee, ja, kijk, als je, als je, het is geen uh, plan-economie, maar... Wat vraagt het bedrijfsleven van de Europese Commissie? Geef ons lange termijn duidelijkheid en zekerheid. Dus we moeten een plan hebben. Hoe komen we klimaatneutraal 2050? En dan moet je gaan terugredeneren. Waar moet je dan zijn in 2040? Waar moet je dan zijn in 2030? En wat moeten we tussen nu en 2030 doen? Dat is plannen. Dat is geen planeconomie, maar dat is wel het bedrijfsleven duidelijkheid geven wat er gebeurt met hun investeringen en waar we uit willen komen. Daar vragen ze om. Nu, u zegt het inderdaad, het is lange termijnplanning, het is visie hebben. We hebben wel al een Vlaamse regering, maar zoals u ook weet, zitten we al lang te wachten op een federale. en ik heb niet het gevoel dat die voor morgen zal zijn. Hoe kijkt u daarnaar? Want ja, er moeten ook begrotingen opgesteld worden. De putten worden alleen maar dieper. Er moeten relanceplannen komen. Komt België toch een beetje in de gevarenzone? Nou, België heeft uh, ontzettend veel uh, potentie om hier goed uit uh, te komen. Um, ik hoop echt, uh, dat is ook voor het werken met ons als Europese Commissie handiger, dat we duidelijke aanspreekpunten hebben en uh, duidelijke plannen zien van de Belgische uh, regering en van, en van de, zowel federaal als, als ook van Vlaanderen. Um, want... Um, de landen zullen op basis van onze uh, reductiedoelstelling, zullen ook nationale plannen moeten maken. En daar heb je ja. wel een regering voor nodig. Dus er is ook het financiële, want ja. we, we gaan naar een begrotingstekort van 7, 8 procent. Uh, Europa is daar nu een beetje koelander in. Maar er gaat tegen september toch wel een begroting, een, een geloofwaardige begroting moeten liggen. Ja, uh, dat is zo. Maar tegelijkertijd, uh, kijk, deze, deze shock. Die is niet het gevolg van slecht economisch beleid nee. of slecht politiek beleid. Dat komt door een pandemie. Maar om de gevolgen op en te vangen, heb je goed beleid nodig. Heb je goed beleid nodig en ook geld nodig. En, dus en dat regeer, geld zul je ook moeten lenen. Dus. dus je zal uh, over langere termijn, zelfs centrale bankiers, doen daar niet moeilijk over. Hmm. Uh, schulden moeten opbouwen en een begrotingstekort hebben. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Het gaat er niet om of je een begrotingstekort hebt of schulden, maar waar is het voor gebruikt. Hmm. En, en daarom moeten we plannen hebben van de regering dat die transitie naar die. Moderne, nieuwe, duurzame economie ook eh, in gang gezet wordt. Want anders gooi je geld weg. Want deze schulden komen bovenop de schulden ja. die onze kinderen al op hun schouders hebben. En ik wil mijn kinderen recht in de ogen aan kunnen kijken. Ja, we moeten meer schulden maken. Het is. Niet anders. Het moet. Ja. Anders zakt de economie in. Maar we beloven jullie, we zullen dat geld gebruiken om jullie een beter land, een beter Europa te geven. Maar begrijp je dat er landen zijn, zoals onder meer Nederland, die wel de financiën op orde hadden voor de coronacrisis toesloeg? Dat die zeggen, oké, okay, we willen wel helpen en een noodfonds en een steunfonds en alles goed en wel, maar misschien moet dat onder de vorm van leningen zijn. Want uiteindelijk worden dan anders weer die landen beloond die hun, hun zaken niet op orde hadden. Het moet anders. Ja, maar wat ik, wat ik jammer vind, is dat je naar deze crisis Kijkt met de reflectie van de vorige crisis. De vorige crisis de had Banken Nederland crisis, een punt, want veel van de problemen waren veroorzaakt door tekortschietend economisch beleid in de lidstaten. En als je dan discrepanties krijgt, dan kan, vind ik het terecht dat andere landen zeggen: Oké, okay, wij moeten hier aan bijdragen, maar dan moeten jullie wel. Uh, het beleid uh, structurele hervormingen doorvoeren en het beleid uh, verbeteren. Dat is in dit, deze crisis niet het geval. Want sommige landen waren natuurlijk financieel sterker, beter voorbereid dan anderen. Ja, maar veel van die landen hadden wel heel veel gedaan om uit de vorige crisis te komen. Denk maar aan Spanje en Portugal en andere. Um, uh, Italië had wel wat meer kunnen hervormen. Dat ben ik de eerste die dat. Maar zullen de Italianen ook niet met me oneens zijn inmiddels. Maar als je dit nu aangrijpt om te zeggen, we gaan. Um, met leningen los je dit niet op. Je zult echt naar subsidies moeten kijken. Wij gaan dit samen met subsidies oplossen, maar. Dan vragen we van jullie wel hervormingen. Ik vind dat heel redelijk. Hervormingen die jullie ook helpen naar die nieuwe economie. Ik vind dat heel redelijk. Zullen er ook aan België hervormingen gevraagd? Uh, nou, dat staan aan België uh, als Europese Commissie sturen wij ook uh, voorstellen voor hervormingen van de uh, Belgische economie. Dat zullen we blijven doen, ook in het licht uh, hiervan. Maar waar we niet naartoe moeten, is terug naar een situatie dat je met Trojka's werkt, met programma's werkt, dat je landen ja. onder curatelen plaatst. Nee, samen afspraken maken over hervormingen. Dat is de toekomst. Oké, okay, ik hoor het u graag zeggen. <laughs> Dank u wel, Frans Timmermans. Altijd welkom, hè. dat weet u ook volgend u seizoen. Wel. Bent u hier welkom. En u hebt het ook gehoord, hè. er is veel werk op de plank. Niet alleen trouwens hè, voor Frans Timmermans, want het hele COVID-19-virus heeft heel veel plannen doorkruist. Ook op totale andere niveaus. Hè. Want Meskremesi was hier straks, onze gast, een half uurtje geleden. En ook zij vertelde dat door het virus bijvoorbeeld haar plannen, een plaat maken, belangrijk voor een muzikant, dat dat ook allemaal is gewijzigd en moet doorgeschoven worden naar volgend jaar. Gelukkig is er haar debuutsingle, Joe, zeer goed gesmaakt op de radio. Mocht u het nog niet kennen, tijd dan nu om dat te ontdekken. Geniet ervan. Mesker en Mees met Joe. A man not long ago, he was nice but kind of slow. How long his name was Joe? I was young and he was sweet, and my heart would skip a beat every time that we would meet. Hey, Joe, tie your he hadn't been the no face he hadn't seen all i've done was turn 19. he took me driving through the night and i remember it just right told me you love me come on in life. hey joe turn your headlights on the road is dark you don't Every story has its end. You loved me as a friend and as a lover when you took my hand. But me, I have loved you all my life, day and night, from nine to five. And hey, Joe, turn your headlights on. The road is dark. You. Don't is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En ik beloof dat het echt niks met corona te maken heeft. Het is wel te koop. Liefst in de lokale boekhandel natuurlijk. Ja, en of ze hem wint, dat weten we morgenavond. Eindelijk, om half tien, s'avonds, als Karel Koster. Goedemiddag. Oh. Want dan wordt hij eindelijk uitgereikt. Eindelijk, hè? Dat is normaal ja. gepland voor 11 mei. Oh. Maar ja, ook dat is uh, veranderd. Jij bent een van de zes genomineerden. De enige Vlaming ook. Wat is dus, verantwoordelijkheid. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nu, nachtouder, voor wie je trouwens het trouwens niet gelezen hebt, gaat over het moederschap, jouw moederschap, jouw worsteling daarmee. Misschien kort, voor wie het ja. nog niet, voor wie het nog het niet is, gelezen is. Uh, het een boek, zou je kunnen zeggen, over een, een nieuwe vorm van ouderschap misschien, of een, een vorm die altijd bestaan heeft, maar vooral de vraag van hey, wat is dat eigenlijk, een band tussen ouder en kind, een, uh, in dit geval twee vrouwen die samen een kind hebben, dat roept wel een aantal vragen op. Dus dan heb je niet zo het traditionele uh, moederklokbeeld, maar andere ja. aspecten daarvan. Ja. Nu is het zo dat uh, als wij nu die zes boeken die genomineerd zijn hebben gelezen, hebben we dan het beste van het afgelopen jaar in de Nederlandse fictie gelezen? Dat is een heel goede vraag. Uh, ik denk dat er altijd dingen zijn die gaan ontsnappen aan de aandacht. Het is natuurlijk een, een selectie van wat al. Uitgegeven is van wat door een selectie geraakt is. Um, ja, ik zou liegen als ik zou zeggen: van dit zijn nu maar oof, redelijk slechte boeken, maar je ziet, en dat is in de geschiedenis, um, zijn er altijd blinde vlekken. Hè? Nu is het heel mooi dat het Drie mannen, drie vrouwen zijn, vind ik zelf. Maar ik uh, kan niet zeggen van dit is nu echt mijn rechtmatige plaats Voor hetzelfde geld, het is ook een heel witte selectie, bijvoorbeeld. Ja, niemand van Clorip lijkt me dit boek geschreven. Ja, dus dat klopt niet. Hè, want je hebt uh, veel aanstormend talent. Ik denk, aan krijg Al-Azouzi, al Sabi uh, met A Aziatische achtergrond. Dus dat is nog, ja, daar is ook nog een inhaalbeweging nodig, zit zoals die nu is. Zit er al een filter, een filter in die jury? Uh, ongetwijfeld, maar ook in ons eigen denken of in de uh, hele geschiedenis. Hè? Ja. Want als je gaat kijken, je kan zeggen van... Nu is het helemaal verdeeld. Maar uh, die prijs uh, is al 26 keer uitgereikt. En ja... Raad eens hoeveel uh, vrouwen die al gewonnen hebben. Ja, ik ja. ga niet raden, ik weet Het, <laughs> <U past. lacht> het zijn er drie Of drie, dus 25 is... jaar. Maar je zegt ja, de balans is wel mooi. Anderzijds ik, ik uh, zag dat de juryvoorzitter wel zei van ja, er is echt een opmars van vrouwen en ze schrijven ook verdomd goede boeken, hè, zoals de <laughs> Nederlanders dat zeggen. Ja, dan is het misschien 3-3 ook nog altijd niet eigenlijk in verhouding tot wat er is geschreven en wat er is. Ja, gewezen. dat is al altijd een, een een heel moeilijke discussie natuurlijk. Er zit een subjectief element. Maar wat je wel ziet, is dat uh, het systeem begint te veranderen. En zoals je uh, eh, bijvoorbeeld tien jaar geleden is de Libris-pres naar uh, Bernard Wilf gegaan. En toen stond in het FURI-rapport, mm. je moet het maar durven een boek schrijven over het dagelijkse leven. Dus waar kleine tafereeltjes uit, uh, ja, laten we zeggen, het huishouden. Uh, als een vrouw vroeger zoiets deed, werd dat bekeken als, oh, ja, zo typisch, hè, die kleine vrouwelijke dingetjes. En nu zie je wel in heel veel literatuur um, dat die autofictie in opmars is, en dat betekent eigenlijk ook dat dus die grens tussen het personage en de persoon zelf een beetje opgegeven ja. wordt, en ja. dat daar eigenlijk net uh, het mooie zit of het belang en dat en durven vrouwen, vrouwen meer. Ik denk dat vrouwen um, misschien minder last hebben van het gewicht van de traditie. Dus ik vind het zelf eigenlijk bevrijdend om nu niet te moeten in de voetstappen treden van de grote reus. Vroeger had je Mulius, Klaus en die. Mannen die daarna kwamen, dachten van wij moeten daar tegenop knokken. En dat het iets heel ja. hiërarchisch En nu merk ik toch wel meer dat er een sfeer is van solidariteit. En bijvoorbeeld, ik vind de, uh, mijn vrouwelijke collega's die, die op de Liepersprijs staan, echt steengoede boeken, heel goede schrijvers. En daar is ook, denk ik, toch meer ruimte voor experiment. Omdat niet zozeer die zware ja. tradities... Die en, ook andere, en ook voor andere thema's gewoon. Absoluut, ja. En voor... Uh, ja, een, een ruimere blik. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk, hè, want je zou kunnen zeggen, ja, stel nu dat het zo zou zijn dat enkel uh, mannen het talent hadden om te schrijven, dat dat iets genetisch was, ja. wat is dan het probleem? Maar het gaat over de weerspiegeling van wat er in de maatschappij leeft en wat daar ja. um, aan het veranderen is. En ja, daar hebben vrouwen het ook. Ja. Nu, we zijn het al, drie vrouwelijke winnaars op, op, op 25 jaar pakweg. Zeg je dan ook van ja, daar zijn veel onterechte mannelijke winnaars geweest? Um, ik denk dat, dat de, het, het systeem dus anders gegroeid is. Hè? Ja, en ik, wat ik denk is, omdat, nu hoor je dat soms bij de weer bredere discussie over quota: van ja, moeten, wij, we moeten toch altijd voor kwaliteit kiezen? Hè? Dus eigenlijk, dan denk ik van ja, in het kader van een grotere inhaalbeweging, waarbij je zegt we zetten toch in op gelijkheid. Is het dan zo vreselijk dat er hè, eeuwenlang zijn er veel mannen die eigenlijk middelmatig waren, die dan wel die plaats kregen? Als er dan nu is, uh, het criterium wordt toegepast van het moeten alleen de allerbeste steengoede vrouwen zijn? Klopt dat eigenlijk? Ook maar je wilt toch wel heen. dat de allerbeste Ja, Straks maar ik kan dat ook dat niet zeggen. Als, dat natuurlijk. er toch niemand zou zeggen. Zelschia de koster heeft gewonnen, want ja, het moest nog eens een vrouw zijn. Nee, maar zijn. absoluut. Daar je er ook een map maar, geven. Nee, tuurlijk. Maar Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi om nu te zien, en daar doet de tijd ook zijn werk. Dat er bijvoorbeeld vandaag de dag, uh, ik denk maar aan Tove Ditlefsen, een uh, Deense schrijfster, die van ja. vandaag uitgegeven wordt, die is um, al lang overleden, Natalia Ginsberg, ook. Heel oud, jaren zestig. En dat wordt nu heruitgegeven en gelezen. Ja. Dus dat is prachtig. En dus dat die vrouwen is belangrijk. zijn er altijd geweest, maar ze zijn ja. nooit... Uh... onzichtbaar gebleven ja. voor ja. een groot deel. En dat is, of het uh, vrouwelijk is ook vaak geassocieerd met... Oh ja, hè, dat is dan alleen gevoelsmatig. Hmm. Of ze, zijn, uh, ze hebben een echtscheiding achter de rug en ze moeten dan een beetje therapeutisch gaan verwerken. Of zo. Terwijl ja. ik niet denk dat het uh, gendergebonden is. Maar het valt wel op. Blijkbaar is de grote favoriete Manon Uphoff uh -huh, ja. met uh, haar boek uh, over incestverleden, ja, over incestverleden, dat is ook autofictie. Ja, yeah. ook dat ja. Ook ver ja dus... maar dat is een vergissing denk ja? ik. Okay. Ja. Uh, ik denk echt dat het een, een, een gewoon het ruimere beweging is. Ja, ja, het is op gebaseerd, erbij. maar kijk, maar ik denk dat dat het beetje is tussen uh, literatuur en iets echt een hmm. dagboek of gewoon een, een weerslag van gebeurtenis of journalistiek. Um, wat zij doet is echt ongelooflijk knap in iets in taal gieten. En taal is essentieel en dat gebruikt ze helemaal. Ze maakt een eigen mm. mythische wereld om een vreselijk verleden uh, te tonen ook in al zijn totale verwarring in en ingewikkeldheid. Dat is de bij het beeld. Ja, en dat van... is voor... Allee, ik vind dat echt een verpletterend boek. Uh, dus ik vind als dat wint, ze vind Mag ik het winnen. Ze Mag winnen. Ja, dan zou ik echt denken van, oké, okay, goeie jury. Goeie ja, moest jury. nu een van die drie mannen winnen. Uh, ik denk eerlijk gezegd, ja, dat dat voer voor debat is. Omdat, je, ja, Omdat ze minder goed zijn. Nee, maar zie je, kan dat zo niet zeggen, maar het zijn uh, traditionelere boeken, denk ik. Ik denk dat je dat wel kan zien. Dat er, uh, de andere vrouwelijke genomineerde, maar Schermer, die heeft een, een achtergrond meer in theater en zo. Dan merk je ook, het is een heel uh, een, een familieverhaal, dat erg theatraal is met veel scènewissels en zo. De, andere, de boeken van de mannen zijn traditioneel. Ja. Ik kan zeggen dat is toeval maar, uh, ja, dat is, maar... Ja, ik denk wel dat het een bepaald... Kijk, hè, je hebt een selectie gemaakt... En degene die dan wint, is uiteindelijk is arbitrair voor een deel. Hè? Maar het is ook een statement wel van de jury. Gaat het er eigenlijk even aan toe tussen de genomineerden om de prijs in de wacht te slepen? Want er is nogal wat macho gedrag geweest ja, in het verleden. Wel, de bekende is... ruzie tussen AFT van der Heijden en, en Arnon Grünberg. Ja die, is dat, was. ja, die heel lelijk was. Is dat nu nog of is dat verzacht? Wel daar denk ik dat dat echt veranderd is tot mijn vreugde, want ik denk dat het vroeger, omdat het zo'n mannenbastion was, was dat echt uh, haantjesgedrag en uh, ja, we moeten elkaar kapot maken, dus dat het zo ver ging uh, dat Grunberg de overleden zoon van Aft ja. van der Heijden erbij haalde en zei dat hij beschaamd zou zijn als zijn vader zou winnen, vind ik echt van een uh, zo ad hominem gespeeld van een niveau dat nu ook Denk ik niet meer toelaatbaar is. Gelukkig. Ik voel meer um, solidariteit en dat is belangrijk. Want natuurlijk, het boekenvak en de literatuur hebben het niet gemakkelijk. Hè? Nee. Um, dus we moeten maar, maar beter zorgen dat er vernieuwing komt. En dat er iets en ook meer. Gebeurt gebeurt blijkt toch ook de grote zwakte vlek. Hè? Twee winnaars ja. nog maar op al die jaren. Dus je ja. hebt eigenlijk nog meer reden om te zeggen Zeker. Dit is voer ook... voor debat. Ja, omdat, omdat, en merk omdat je dat ook, ook, dat die stemmen zich ook meer en meer laten horen en dit eigenlijk niet meer pikken dat een van de belangrijkste prijzen toch nog altijd een, een witte mensenclub is? Ja, ik denk een deel zal daar ook mee lachen. Hè, van, goh, laten ze dat maar doen in hun uh, reservaat van de literatuur. Want het is natuurlijk ook... Uh... Ja, literatuur, maar dat is dan mijn persoonlijke opvatting. Je moet ook meer in beweging komen en moet daarop inzetten. En dat gebeurt ook wel echt. Hè? Maar natuurlijk, tegen dat, iets helemaal, en tegen dat een systeem veranderd is, duurt het lang. Vandaar dat het belangrijk ja. is dat een paar um, gekleurde stemmen zich luid laten ja. horen. 50.000 euro is er te winnen daarvoor. Kan je al eens een boek schrijven? Hè? Weinig, hè? <laughs> Plus extra verkopen. Ja, en uh, mijn zoontje krijgt dan een Star Wars ruimteschip. Dus die wil het absoluut dat ik win. Ja. Wij ook misschien. Wil <laughs> jullie ook een Star Wars Ja, Fantasie absoluut. Als jij okay. bent, de wil de ik de dat de heel graag in ontvangst nemen. Saskia de Koster, dus morgenavond wordt het uitgezonden op nieuwsuur. Je zit klaar voor de Zoom, hè? want o, de het zal zoom, het ook niet echt zijn. Maar doe toch maar een mooie jurk aan, zou ik zeggen. Of hè? wat dan ook. We kijken er naar uit, Saskia de Koster. Dank je wel. Dank je. Now, do you ever notice that Biden oftentimes gets the state wrong? He's in Iowa, and he says, it's good to be in Idaho. No, no, you're in Iowa. He's in New Hampshire. And he says, it's great to be in Ohio. No, 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 you're in New Hampshire. That happens to him all the time. Hasn't happened to me yet. COVID. To be specific, COVID-19. We, I, have done a phenomenal job with it. I say it, Hundreds of thousands of lives, we don't ever get even a mention. I've been watching the fake news for weeks now, and everything is negative. Don't go, don't come, don't do anything. Today it was like, I've never seen anything like it. nacht daar, nog een beetje met kleine oogjes, Björn Soenes. Je bent daar nog altijd in Tulsa, Oklahoma, met achter jou uit dat center waar de, de, gisteravond jouw tijd Trump zijn rally heeft gehouden. Minder volk dan verwacht, dat is wellicht ook de schuld van de media. Wel, alles is een beetje de schuld van de media. Lisbeth, uh, wij stonden in het midden van die arena. En dat is uh, vaste kost bij de president dat hij zijn publiek een beetje opjut en aanvuurt. Om te zeggen: kijk, daar staan ze in het midden. Het is allemaal hun schuld. En hij heeft heel veel anekdotes opgehaald. Zelfs een anekdote waarbij hij een toespraak hield voor de kadetten van West Point, de afstuderende militairen. En hij had toen een glas vastgenomen met twee handen, hij beefde een beetje en hij zei de fake news, dacht al dat ik de ziekte van Parkinson had, maar eigenlijk was dat gewoon omdat ik 200 keer zo de groet had uitgebracht voor die kadetten en mijn hand was wat moe, maar kijk de fake news, altijd verzinnen ze iets. En vervolgens dronk hij dat glas in één teug leeg, eh, Lisbeth, met één hand, sterke hand en dan gooide hij dat glas op de grond. Eh. Ja. Fake news. Ja, drama queen zou je dat ook kunnen noemen. Maar ik heb wel begrepen, er was wel minder volk dan verwacht. TikTokkers zaten daar voor een deeltje ook achter. Mensen die hem eigenlijk in de waan hadden gelaten eigenlijk dat ze zouden komen. Fake tickets gekocht, bij manier van spreken. Wel, dat is het verhaal dat de ronde doet. Maar eigenlijk kun je geen tickets kopen. Je krijgt ook geen ticket. Het is eigenlijk wie eerst maalt, eerst komt. Maar men moet zich wel aanmelden. Uh, maar ik denk dat er toch meer aan de hand is. Ik heb het gevoel. We zagen, we zagen het ook aan het enthousiasme. Het was iets minder laaiend dan anders. Lag dat aan de, de, het coronavirus dat rondwaart, dat mensen toch iets voorzichtiger waren. Ik denk het eerlijk gezegd niet want de mensen die er waren die vonden het allemaal uh, geen grote zorg voor hen ze kregen allemaal een mondmasker aangeboden ze deden het dan vijf seconden op toen ze binnenkwamen de temperatuur werd gemeten maar in de zaal zaten ze lekker naast elkaar zonder mondmasker dus mensen maakten zich geen zorgen je hebt zelfs een reportage gemaakt en mensen geïnterviewd Lisbeth en uh, die mensen zeiden van God gaat ons beschermen en dit is ja. allemaal door de media opgeklopt, dat coronavirus, um, wij worden beschermd. Het is, het is allemaal eigenlijk niet, niet, ja. niet waar. Ze worden misschien niet zozeer door God beschermd, maar ik heb begrepen door Trump. We moeten dank u zeggen aan Trump. Hij heeft zoveel levens gered. Ik, ik, ik was de boodschap. Dat is meestal de boodschap. Het gaat allemaal over Donald Trump. Hij had het ook heel vaak tegen die mensen die in de zaal zaten: van kijk, de beurs heeft het nog nooit zo goed gedaan sinds het begin van de coronacrisis. Maar dan kijk ik rond en dan zie ik mensen die waarschijnlijk van paycheck tot paycheck leven, van loonstrookje naar loonstrookje, die helemaal niet op de beurs zitten, die, die amper weten wat dat Nasdaq is. Dus zij hebben daar weinig boodschap aan. Die hebben niets te beleggen: geen vastgoed, geen uh, aandelen, geen uh, obligaties of wat dan ook. En dat vond ik toch wel een beetje pijnlijk. De, de president die zei: we hebben een prachtige stijging van het aantal verkopen de afgelopen maand. Er zijn 3 miljoen banen bijgekomen, maar vergeet dan de context te vertellen, namelijk dat er ja, tussen de 21 en de 40 miljoen mensen zonder baan zitten. Veel mensen zijn die baan verloren, zijn een ziekteverzekering verloren, hebben geen geld meer, worden geteisterd door mogelijke ziekte in familie of in, of in vriendenkring. Uh, er is ja. een grote crisis en de president sprak er eigenlijk niet over. Hij sprak niet over de coronacrisis en de doden die er vielen. Hij sprak niet over de George Floyd-protesten. Het was allemaal heel, heel bevreemdend. Ja, wat we wel zagen, is dat hij wat zat te lachen met Joe Biden, hè, dat die man altijd in de war is. Uh, heb je inderdaad... Politiek iets overhouden aan zijn speech of was het vooral op de borst kloppen en anderen een stamp geven? Wel, uh, de, de grote boodschap was aan zijn kiezers, kom op 3 november naar de stembus. We kunnen niet toelaten dat Joe Biden president wordt. Hij is al 47 jaar politicus, zei hij heeft nog nooit iets uitgericht dat iets veranderd heeft in de samenleving. En de, de grote techniek die hij gebruikt en die hij al maanden gebruikt, is alle democraten op één lijn zetten met wat hij noemt radicaal links. Hij sprak ook over demonstranten die hier rond de arena stonden, dat het allemaal tuig was en, uh, en, en, en scum zelfs uitschot. Uh, en hij probeert die op één hoop te gooien met de democraten. Hij zei, de democraten vernietigen uw standbeelden, ze, ze vernietigen uw steden, ze plunderen winkels. En dat is Joe Biden, hij is de marionet, zei hij van radicaal links. Dus als u dat niet wil, stem voor mij. Dat was ja. de boodschap. Er is inderdaad uh, protest geweest. Ik heb begrepen dat alles toch rustig is verlopen. Want ja, het was ook uh, niet toevallig, of misschien wel toevallig, dat hij net in Tulsa natuurlijk zijn eerste rally doet. Heel in die Black Lives Matter-beweging. Hij bleek daar niet te volle van bewust te zijn hoe symbolisch de plek was die hij gekozen had. Wel, dat weten we niet. Wist hij het niet? Of deed hij het net daarom om... Ik denk dat hij vermoedde dat Tulsa een goede plek was, want hij heeft hier 65% van de stemmen gehaald in 2016. Hij dacht waarschijnlijk: dit is goed terrein voor mij. Dit is mijn grondgebied. Dit is Trumpland. Maar ja, dan, dan zit je hier met die moeilijke geschiedenis een hele lastige geschiedenis. Net op die dagen waar, waar uh, Zwarte Amerika herdenkt dat de slavernij ten einde was. En in Tulsa dat grote bloedbad van 99 jaar geleden. Maar die mensen hebben hun actiedagen gehouden. Eigenlijk vooral wijkfeesten gehouden met een paar demonstraties aan de andere kant van de spoorweg. Dat is een vaste uitdrukking in Amerika. At the, at the other side, on the other side of the tracks. Aan de overkant van de spoorweg. Dus er is alleen een kleine, kleine opstootje geweest hier in deze straten. Waar aan de ene kant mensen riepen Black Lives Matter, en aan de andere kant riepen ze All Lives Matter. Maar het is nooit uit de hand gelopen. Ja, gelukkig maar. Maak jou danken om voor ons de wekker te zetten. Björn Soenens en tot straks ongetwijfeld in de journaals. We keren jullie niet de rug toe, maar we willen op een uh, anonieme manier de 80.000 mensen in onze sector extra in de picture trekken. Als een eventbureau een job krijgt, dan krijgen zij een bepaald budget toegekend en met dat geld moeten zij eigenlijk aan de slag. Zij moeten een zaal huren, dus de zaalverhuurder krijgt werk. Zij moeten dan een event cateringbedrijf inhuren, die krijgen ook werk. Die leveranciers van dat bedrijf krijgen ook werk. Een licht- en een geluidbedrijf wordt ingehuurd, die krijgen dan ook werk. En dan krijgt de ganse keten van onze sector werk. Ja, protest van de week op... Uh, of aan de heizel waar de paleizen zich bevinden van Brussels Expo. En daar gaat onder meer Baltibouw en uh, het Autosalon elk jaar door. De general manager daarvan zit bij ons, uh, Geert uh, Maas. En u vertegenwoordigt ook de eventsector in de Corona Taskforce. En ook bij ons van harte welkom, Johan van Assen. acteur en gedelegeerd bestuurder van de acteurschilden en woordvoerder van de artiesten. Helemaal, zo is het helemaal rond, hè? Ja, jullie voelen zich vergeten. Dat was de boodschap van van de week. Ik heb nogthans begrepen, de, de manifestaties, de events, tot eind van de zomer kunnen alleen maar kleine dingen meer. Betekent dat dan niet herstart in september? Dat durven we alleen maar hopen. Maar zolang dat dat woord, die datum, die zes cijfertjes, 010920, wordt uitgesproken, regent het of blijft het annulaties regenen? Zolang de overheid niet duidelijk zegt, vanaf dan mag het wel... Hebben exposanten, hebben organisatoren zoiets van. Tja, en stel dat ik het dan opnieuw moet uitstellen. Want ondertussen zijn, hebben we de beurzen en de evenementen al van maart naar juni, van juni naar september, oktober. En wat ja. dan? dan? En wanneer kon... moet u het weten voor 1 september? Uh, liever vandaag dan morgen. Liever vandaag dan morgen, want u mag niet vergeten dat elke beurs, elk evenement minstens drie maanden voorbereidingstijd heeft. Die exposanten moeten gezocht worden, dat plan moet klaargemaakt worden, die reclamecampagne moet klaargemaakt worden. Dat kost tijd, dat kost voorbereiding. En die hebben we dus nu nodig, vandaar ja. liever het nu zeggen. En we zijn bereid tot veel, tot, tot enorm veel veiligheidsmaatregelen. Alles erop en eraan, mondmaskers, bredere gangen, uh, een vast circulatieplan. Uh, bij Brussel's Expo heeft men zelfs geïnvesteerd in UVC-technieken samen met anderen. Uh, ik, ik bedoel... Je kan, je kan een beurs ook opdelen in tijdsshiften. Je kan uh, bezoekers mm -hmm. de eerste vier uur laten binnenkomen, de volgende vier uur. Je kan zoveel op een veilige manier. We horen het, er, er ligt een plan klaar, Johan van Assen. Ook jullie voelen zich vergeten door uh, de, de politiek, hoewel er in het najaar eigenlijk in principe opnieuw theater en dans mogelijk is. En zelfs van de zomer alweer kleine evenementen, hè? Ja, inderdaad. Er mogen zaken plaatsvinden in... Naar mijn mening vrij gebrekkige omstandigheden, maar waar ik hier vooral zit, en in welke zin gebrekkige omstandigheden? Omdat natuurlijk al die social distance maatregelen uh, een beleving in het theater eigenlijk zeer gebrekkig maken. Laat staan dat die zaken rendabel zouden zijn. Maar goed, kan je eigenlijk acteren met anderhalve meter maatregelen? Wel, het gebeurt, hè? Het gebeurt en er zijn allerlei alternatieve oplossingen. Man en vrouw die samen uh, ja. op de scène staan. Of zoals uh, in het vliegtuig, hè? iedereen dicht bij voilà. elkaar, maar met mondmasker. Thuis is aan, ja inderdaad, maar ook dat mag voorlopig nog niet. Ja. Hè? Dus die anderhalve meter, ik heb de opening gezien, of de eerste voorstelling van Ivo van Hoven in Amsterdam, mm -hmm. met plakkers op die zetels en zo. Goed, dat kan allemaal. Ik zat ook niet in de zaal, ik weet niet welke ervaring mensen dan meemaken. Maar waar ik hier vandaag vooral voor zit, is voor het verdedigen van de flexwerkers in onze sector. Mm -hmm. Wij vragen eigenlijk heel simpel de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Deze crisis is drie maanden en een half bezig en een paar duizend mensen in onze sector die worden door geen enkele van die steunmaatregelen geholpen. Omdat het freelancers zijn die, Omdat uit het de boot freelancers zijn die zouden werken, die zouden bijdragen aan de sociale zekerheid, maar die hebben 0,0. Ja. Ik kan een voorbeeldje geven van, van een artiest Thomas. Renard is een jonge virtuoze gitarist. Die is een paar jaar geleden afgestudeerd. Die wordt meteen opgepikt door het veld. Die zou deze zomer een internationale tournee doen. Die had verschillende opdrachten als uh, sessiemuzikant. Die zou optreden op de Gentse feesten... Alles is weg. Ja. Alles is weg. En die komt voor geen enkel van die maatregelen door onze ingewikkelde situatie waarin onze mensen ja. moeten werken, in aanmerking. Ik kan me inbeelden dat bij jullie zitten er ook 80.000 mensen werkzaam in de sector, dat er ook veel. Freelancers bij zitten, en standenbouwers, geluidstechnici, ik noem maar op. Die vallen allemaal uit de boot. Klopt, de helft van die 80.000 heeft een zelfstandig of zelfstandig een bijberoep of freelancer statuut. Die vallen. Compleet uit de boot. Die hebben al licht één keer die compensatiepremie van 3000 euro kunnen krijgen. Ja, dan en dan nog niet, want uh, je moet daarvoor stil liggen. Ja. Het is pas als de overheid zegt, het mag niet doorgaan, ja, ja. Je hoeft, en je hoeft je zaak niet te sluiten. Mm -hmm. Maar zegt, want ja, zegt u dan eigenlijk, daar zat ook heel veel ongelijkheid in, want in de horeca kon er wel veel omdat het verplicht gesloten werd? Kijk, wij, wij vergelijken ons met, met de retail. Pakt een Ikea, pakt een bouwmarkt, dat mag wel. Wij, de hallen op Brussel's Expo die zijn 10.000 vierkante meter groot. We hebben er zo'n stuk of 12. Dat gaat over 120.000 vierkante meter. Hoeveel mensen kan je daar? En dan heb ik het niet over vliegtuigafstanden. Ik heb het over echte anderhalve meter. Ja, want natuur. ik klip gisteren toevallig nog in de stad. De graslijn in Gent, dat zag, als ik dat mag zeggen, van mijn burgemeester, maar zwart van het volk. Buiten kan er blijkbaar veel, wat dan in werkomstandigheden nog altijd niet mag. Is dat dan frustrerend? Dat is op zijn minst frustrerend. Maar ik begrijp ook wel dat het voor de mensen die het vandaag voor het zeggen hebben heel moeilijk is om de goede beslissingen te nemen. Dus ik heb daar alle begrip voor. Maar vanzelfsprekend willen wij gewoon opstarten. En nog belangrijker, omdat het water aan de lippen staat van sommige mensen en omdat in de kou gezet worden misschien even heel verfrissend is, maar daarna toch echt pijn begint te doen, dat er nu meteen deze regering met volmachten heeft, nog één week te gaan, denk ik. Wij hebben engagementen gekregen van deze regering, van de kern, dat ze ons zouden helpen. Tot op heden zijn wij niet ja, geholpen en we hebben de, geen tijd meer. Het voorstel is naar de Raad van State. Omdat men bang is dat misschien wat geld voor jullie freelancers op den duur misschien voor alle freelancers zal ingeroepen worden. En dan gaat het wel om veel volk dat misschien een soort uitkering kan krijgen. Ja, maar wij willen eigenlijk los van uitkeringen, los van noodfondsen en steunmaatregelen, laat ons gewoon weer werken. Wij komen er als sector werkend uit. Wij hebben die veerkracht, we hebben die flexibiliteit. Maar men moet het ons gewoon toelaten. Ja. Meer die ook volop aan het puzzelen is, denk ik, is Liesje van Haaster, Wedding Planner. Goedemiddag. Ja, ik neem aan dat er niet echt meer getrouwd wordt met alles erop en eraan. Dat ligt helemaal stil. Nee, dat klopt inderdaad. Um, er zijn eigenlijk twee groepen. Uh, enerzijds een groep die zegt van wij gaan toch nog het trouwfeest laten doorgaan. Uh, maar eigenlijk, 90% van onze koppels tot en met eind augustus heeft eigenlijk heel hun trouwfeest verschoven naar volgend jaar. Ja, en uitstel wordt hopelijk geen afstel. Ik kan me inbeelden dat je zegt, ja, we zijn nu toch al getrouwd, moeten we daar nu nog een feest aan hangen? Gelukkig wel. Uh, uh, gelukkig, onze bruidsparen. Ze willen graag toch nog een, een stevig dansfeestje geven met heel veel volk, hopelijk. Ja, uh, ja zoals inderdaad naar uh, een van mijn bruidsparen een aantal jaar geleden. Ja ja inderdaad we zaken mee niet meer kunnen want nu mag er wel al getrouwd worden en je mag je tot vijftig mensen vragen maar dan zittend niet dansend dan is er voor de meesten geen geen, geen lola. aan. nee klopt um, zelf een receptie is volledig zittend maximum vijftig uh, personen uh, per bubbel van tien uh, ja inderdaad je kan ik kan je kan geen stoelendans beginnen doen, eigenlijk. Nee, nee. Maar ik kan me inbeelden de Vlaming is creatief, dat er sommigen toch wel op een slimme manier daarmee omgaan om toch meer volk te zien te krijgen op zondag. Ja, absoluut. Gelukkig zijn we creatief. We proberen bijvoorbeeld om meerdere recepties te houden van 50 personen. Um, om bijvoorbeeld voor een ceremonie van 100 personen al 50 mensen te ontvangen en na de ceremonie nog eens een ander 50 personen. Uh, dus op die manier hebben ze uiteindelijk toch 100 personen gezien. Ja. Nu heeft alles voor jou ook stilgelegen? Uh, ja en nee. Uh, sowieso veel rustiger. Maar uiteindelijk, ja, als weddingplanner, hebben wij ook uh, de taak om, om de verschuivingen te organiseren, om alle leveranciers uh, op de hoogte te brengen. Natuurlijk ook heel veel vragen van onze koppels zelf uit, uh, heel veel onzekerheid. Uh, wanneer. Kunnen we terug trouwen? Um, dus eigenlijk op dat vlak lag het niet stil. Maar op evenementenvlak sowieso natuurlijk. Ja, en hopelijk mag dat snel toch weer, die, ja, die stoelendans. Alhoewel, misschien kan daar ja. toch wel <laughs> iets anders op gevonden worden. Uh, Liesje van Hazers, maar, trouwens van Eventel, <laughs> ja. dank je wel. Graag um, ja, Is het inderdaad altijd coherent, de regels? Want je mag wel met z'n velen buiten lopen, maar je mag dan uh, op restaurant gaan. Feestzalen mogen tot 50 mensen zien. Is het, is het nog helder? De coherentie is, is een beetje zoek. En ergens begrijp ik het ook. Uh, het woord evenement appelleert aan Tomorrowland-toestanden, aan Rokwerg-toestanden. Tomorrowland maar we mogen vooral niet vergeten dat de evenementensector veel meer is. Zij organiseren 70.000 evenementen per jaar. 80.000 mensen blijkbaar ook. 80.000 mensen, 70.000 evenementen. Van die 70.000 is er nog niet 1 procent een festival. Dus. Laten we nu eens stoppen met telkens over die massa-evenementen te praten. Er zijn massa-evenementen -even die geen massa-event zijn. Ja, blijkbaar is ook nog niet duidelijk wat een massa-event is. Ja, die definitie zullen we volgens mij ook zelf moeten beginnen schrijven dan. Ja, ja we kunnen hopen. We kunnen alleen maar hopen dat, dat deze pandemie eigenlijk een beetje gaat liggen en dat heel veel maatregelen binnen twee weken plots helemaal anders worden. Want dat is ook een beetje Denkt het zeggen aan deze ja. hele situatie. Er uh, wordt ontzettend veel voorbereiding van iedereen gevraagd. Er moeten protocollen geschreven worden. Maar twee weken la later zijn die protocollen ja. misschien al achterhaald. Dus uh, ik hoop samen met mijn collega hier van de eventsector dat het misschien vroeger kan. En dat een aantal maatregelen zullen verdwijnen tegen september op zijn minst. Ja, we, hebben natuurlijk, we kunnen er ook even beeld uit bijhalen van JR. Een voorstelling van FC Bergman. Waar veel uh, mensen zijn naartoe gekomen. Dus ook een heel technische voorstelling: cameramensen, dergelijke meer. Is dat ook niet het probleem van dergelijke sectoren? Jullie zijn met zoveel verschillende mensen. Bij Horeca Vlaanderen was het simpel. Daar heb je Horeca Vlaanderen die praat voor die sector, die lobbyt en die dat misschien daardoor allemaal iets vlotter getrokken krijgt. Ja, ik denk dat wij ook moeten vechten tegen, nog altijd tegen de perceptie dat wij niet de sector zijn die economisch heel belangrijk is. Maar minister Jamond heeft ons persoonlijk gefeliciteerd omdat wij een voorbeeldsector zijn op het, op het overleg met de kern... Uniek historisch in de geschiedenis, waar tien ministers tegenover tien vertegenwoordigers van artiesten zitten, mm. heeft men onze sector geprezen en heeft men gezegd dat men ons mee door deze crisis zou loodsen. Wel, men heeft nog een week om die mensen te helpen en voor de rest hopen wij samen met de eventsector dat we zo snel mogelijk in vrij normale omstandigheden alles terug kunnen opstarten. Want het ziet er naar uit dat dat voor ons nog maanden gaat duren. Hè? Als ik nog even mag over dat economisch belang. Elke bij elke beurs, elke euro die daar wordt uitbesteed, daar genereert de lokale stad, de lokale regio er weer zeven van. Met andere ja. woorden, het is economisch ja. wel belangrijk. Ja. Ja, het is ons belangrijk. Zijn er misschien geen zeven, maar dat is, het, dat is het, dezelfde multiplicator ja. maar geld we gaan, daar. We gaan zien of wat inderdaad nog lukt voor het reces. Mag ik u allebei hartelijk danken. Graag gedaan. Ja. U ook, dank u. En daarmee zit deze uitzending erop. Volgende week is het onze laatste van het seizoen en hopelijk bent u er dan weer bij. Ja, en voor vandaag gaan we uit met een bijzonder laatste woord. Saskia de Koster was toch in huis, dus we dachten: laten we het eens aan een schrijfster geven. Bij deze. Saskia, laat u gaan. De geschiedenis is vreed, alleen de sterkste die triomfeert. Uh, dat zie je bij die standbeelden bijvoorbeeld. Tenminste, ze zijn echt superlelijk en staan in de stad ook lelijk op hun plaats. Daarnaast heb je kunstwerken die ook superlelijk zijn, maar die wel op hun plaats staan, op ronde punten namelijk. Dus dacht ik van wat als je die standbeelden waar zoveel rond te doen is, nu eens weghaalt van hun sokkels, dan heb je in de stad meer ruimte, misschien ook om na te denken, en een blikwissel te krijgen. De duiven zullen het misschien niet zo fijn vinden, maar zo kritisch zijn die nu ook weer niet. En je hoort heel vaak Vlaanderen moet veiliger worden. Het wetenschappelijk onderzoek is al vaker gebleken, dat ronde punten veel veiliger zijn dan kruispunten. Dus neem die standbeelden, zet die op kruispunten en maak daar zo ronde punten van. En iedereen kan daar dan zijn gang gaan, kan tegen die standbeelden opbotsen en daar uh, de strijd uitvechten. En zo kom je dus tot een veiliger Vlaanderen, is de geschiedenis ook gevrijwaard en zal de sterkste overleven.